Vanaf Twitch en vandaag zitten we in Australië. Mount Panorama, een bijzonder dagje en een bijzondere race. Want vandaag hebben we een team versus team op programma staan. En ik ga dit vanavond niet alleen doen. Ik ga dit doen met mijn vriend Patrick in Stilo. Patrick, goedenavond. Goedenavond allemaal. We zitten er weer klaar voor. De mannen zijn zich lekker aan het warmstomen. En ik ben benieuwd naar wat voor moois we gaan zien vanavond, Rens. Yes, en we rijden vanavond tegen een Engels team, URL. Voor de meeste DRA'ers wel bekend. Een aardig clubje van Engelsen. Die houden ook van een potje racen en een potje netjes racen. Dus ja, we gaan het zien vanavond. Ja, we hebben dit al eens een keer eerder gedaan tegen de mannen. En ik meen uit mijn hoofd dat we die toen gewonnen hebben, Rens. Jij bent daar volgens mij zelf bij betrokken geweest, bij de vorige race. Was dat Monza? Ja, zeker. Was Monza met de Ford Mustang. Ja, dat was een hele spannende race. En die hebben we toen wel op onze naam geschreven. Ja, dat kan ik me nog herinneren. Ik meen dat het Paloma was die daar als eerste over de streep ging. Ja. Ja, en vanavond rijden de zogenaamde Pro Amateurs. Wat dat precies betekent, mag Joost weten. Komt er een beetje op neer dat vandaag voor ons de divisie 2 en 3 jongens rijden. En morgen wederom een race. En dan is het de snelste jongens tegen de snelste jongens. Neemt niet weg dat vandaag een hele bijzondere race is en gaat worden. Absoluut. Ja. Het is eigenlijk een dag met een zwart randje. Onze grote vriend Robbie zou vandaag meerijden. Helaas heeft hij af moeten zeggen. Nou ja, de reden is voor de meeste mensen wel bekend. Ligt op dit moment op sterven. Heeft vandaag een. Ik ga er verder ook niet te veel over zeggen, want je hoort het al. Het ligt redelijk zwaar. Ja, het komt behoorlijk dichtbij allemaal dit. En zometeen om 20:40 zullen we met z'n allen een minuut stilte gaan houden voor onze Robbie. En na deze race zullen we hem überhaupt nooit gaan vergeten. Dat zouden we anders ook niet gedaan hebben. Maar dit maakt het natuurlijk eventjes iets anders dan dat het anders is, deze race. Absoluut. Daar ook de prachtige liveries die Barry ook gemaakt heeft. Speciaal ook dat we in ieder geval bij Robbie en zijn familie zijn op dit moment. Buiten het racehol. Absoluut. We willen de familie in ieder geval heel veel sterkte wensen. Familie en vrienden. En wat Patrick al zei, om 20:40 zullen wij een minuutje stilte in acht nemen. Ons eigen team zal op de grid gaan staan, zich daar opstellen. En na 1 minuut gaan we los. Kwalificatie. En wordt dat een hele mooie race. Dat denk ik ook wel. Ik zie ook al in de chat dat de mannen van URL ook aan het meekijken zijn. Hello DRA from the URL. So, welkom. Leuk. Andere mannen erbij ook, die ook meekijken. En ik had ook begrepen dat Horenberg ook al wat promotie had gedaan. Dus ik hoop dat er heel veel mannen meekijken. En dat iedereen gewoon ontzettend gaat genieten. Ja, absoluut. En we gaan er weer wat moois van maken. We gaan er een mooi avondje van maken. En niet 1, maar 2 avondjes. Absoluut. Zullen we bij Marlon eventjes mee over de baan? Ja, we gaan even Marlon opzoeken. Marlon staat op dit moment in de pitstraat. Dus daar kunnen we niet meer mee rijden. Ik pak even kijken. Wie zit er op start-finish? Ah, ik zie dat Barend over start-finish. Nee, de bultjes pakken we. Is de eerste bocht voorbij? En het is een lastig baantje. De eerste bocht is Hell's Corner. Nou ja, dat, als je meerijdt, dan weet je waarom. Is echt een moeilijk vervelende bocht. Nu gaan we richting Quarry. Is ook een. Ja, eigenlijk zijn het allemaal moeilijke bochten. Het is een hele technische baan. Je kijkt bij Hendrik mee, toch? Maar nou was het de Griffith's Bench, denk ik. Ja, ik zit nu met Hendrik, de bultjes. Dat zou zomaar kunnen kloppen. Richting de cutting. Ja, is ook een lastig bochtje met een knik aan de binnenkant. Dus er zit een soort van camber in die bocht. Dan moet je zeker rekening mee houden met versleten banden. Want het kan zomaar zijn dat je daar iets te vroeg op het gas gaat en daardoor achter tevoren terechtkomt. Ja, zoals je ziet is dit een hele snelle sectie. En hier kom je uit op de S. Dat is het meest bekende stuk op de baan, denk ik. En het meest vervelende stuk op de baan voor een hoop rijders. Ja, hier kan je veel risico meenemen. Maar ja, het kan ook inderdaad goed fout gaan. Wat nu ook zichtbaar is bij Hendrik.
richting de dipper zijn we denk ik nu, hè, op dit moment. Jij noemt het mooi. Ja, de dipper inderdaad. Juist. De dipper. De dipper. Richting Forest Elbow. We hebben al eens een keertje samen deze stream gedaan met de namen erbij. Dus ik wil net zeggen, de dipper komt mij redelijk bekend voor op dit moment. Ja, maar jij hebt er hele andere ideeën bij natuurlijk bij de dipper. Vertel. Die mag jij zelf invullen. Ik heb net iets gehoord over... Nee, oké, goed. Ik hou op. We gaan door. We gaan door. De Conrad Straight. Richting de Chase. De allerlaatste bocht, de Murray's Corner. En dan zijn we weer terug bij de Main Straight. En dan hebben we er weer een rondje op zitten met een, nou ja, super soft tijd gemiddeld van 2 minuut 2, 2 minuut 1. Op de AM Pro's, dat moet haalbaar zijn. Zeker op kwalificatiestand zometeen. Dus ik ben benieuwd ook met de slipstreams wat de rijders er allemaal uit kunnen gaan persen. En of onze naam ook groot kunnen houden van DRE. En natuurlijk gunnen we de Engelsen ook het een en ander. Maar we zijn hier natuurlijk voor om zelf met de overwinning naar huis te rijden. Ja, zonder meer. Goedenavond Rens Patrick, maak er een leuke stream van. Goedenavond Michael. Ik zie ook al aardig wat berichten in de chat voorbij komen. Ik hoop dat we ook hoorbaar zijn voordat we echt al 10 minuutjes aan het praten zijn voordat... Ik heb geen geluid aanstaan op het scherm, maar kan iemand ons laten weten of we goed hoorbaar zijn? Het is angstvallig stil. Het is angstvallig stil. Oh, goed hoorbaar. Oké. Dus ik zie in één keer binnenkomen dat we voor iedereen goed hoorbaar zijn. En ook nog hier even, de familie van Rob Beuzen, we kijken mee. Kijk, super dat iedereen meekijkt. Dit is waar we het allemaal ook voor doen natuurlijk. Precies. Ik wil nog even Tony bedanken, want ik begon de avond al goed zonder toetsenbord. Vervolgens heb ik mijn vrouw op pad gestuurd om bij Tony, a.k.a. Badgast, om even een toetsenbord te halen. Dus Tony, bedankt. Anders had ik weer met de controller moeten zitten hier. Ja, nee, uiteindelijk had dat ook wel gelukt. Maar dit is helemaal top. Tony, je bent de beste. Wow. Eén naar beste. En ik zie de jongens inderdaad al opstellen voor de minuut stilte die we in acht gaan nemen over een kleine 2 minuutjes. 1 minuutje. Ja, die rijden met z'n allen. Alleen Hendrik, die zet hem stil. Toch bijzonder om te zien dat zoiets digitaals elkaar zo dicht bij elkaar kan brengen. Ja, absoluut. En zoals je ziet gaan alle jongens zich opstellen op dit moment voor de minuut stilte voorop.
Yes. Dit was een heel mooi moment. Ja, dit komt binnen. Ja, absoluut. En laat dit hopelijk mooi een voorbode zijn van een hele mooie raceavond, raceweekend wel gezegd. Voor Robbie en zijn familie en voor heel DRE. Iedereen die deelneemt, iedereen die kijkt. Ja, let's go. Absoluut. Moet even omschakelen hoor. Dat kun je zeggen, ja. En wij schakelen zo ook gelijk over naar de kwalificatie. Ja, dat hoort nou helemaal bij. Kwalificatie, de bandenkeuze is vrij, slijtage is uit, dus ik verwacht dat hij hier op Supersoft gaat rijden. En ik bedenk me ook ineens dat we nog niet eens door het lijstje van onze rijders heen zijn gelopen. Nee, laten we daar maar eens mee gaan beginnen, Rens. Want goed plan. Jij kent de namen, een aantal namen van de Britten, ken jij natuurlijk al een beetje. Dus misschien is het handig dat jij de namen doorneemt. Ja, bij de uitspraak van de Engelse, ja. Zal ik me even laten voor wat het is. ik heb in het verleden heb ik ook bij deze jongens gereden samen met Goblin John. Ja, die rijdt daar nog steeds en die kent ook een aantal van deze jongens. Maar ik denk dat we gewoon gaan beginnen met de Nederlandse en Belg. Lijkt me een mooi moment. Om te beginnen hebben wij Bastiaan. Bastiaan, ja. Onze divisie 3 rijder die dit seizoen toch behoorlijk wat hoge ogen scoort. Als ik dat zo mag zeggen. Ja, die heeft aardige progressie gemaakt. Leuk om te zien dat hij zich bij de mannen kan mengen. Ja, zeker. En Bastiaantje. Ik ga even zoeken hoor, momentje. Nummertje 10? Nummertje... Is dat 10? En dan hebben we een Belg voor ons uitkomen. Nou ja, niet voor ons uitkomen. DRE is van België en Nederland. Ondanks dat we Dutch race event zijn... zijn de Belgen meer dan welkom en hebben ook een goed deel ingenomen in onze club. Dus Red Devil is daar één daarvan. En dat is Diego, 28 jaar. En zijn favoriete baan is, wat denk jij? Mount Panorama. Exact. Dat komt dat natuurlijk heel goed voor hem uit. We hebben hem al een aantal rondjes zien pakken de laatste dagen. Maar die heeft een lekkere pace. Moeten we niet onderschatten. Absoluut, absoluut. En dan hebben we... Ik ga even verder. John. Ja, John. Die kent hem niet. Onze DRE Goblin. Ja, wellicht een beetje apart om te zien dat er een Ier met de Nederlanders mee rijdt. Maar het is toch echt een Nederlander die in Ierland woont. Dus die hoort gewoon bij ons. Exact. Rijdt tussen zijn clubgenootjes. Dus dat, ja, voor hem is het een dubbele strijd. En vervolgens hebben wij... Ik ga naar Mr. Scott, Ruud. Ruud rijdt ook al een tijdje mee met ons. En heeft de vorige TVT ook gereden. In de Mustangs op Monza. Zijn eerste TVT, toen de tijd, deed dat niet geheel onverdienstelijk. En vandaag mag hij zich wederom bewijzen. Had zich in eerste instantie niet gekwalificeerd. Tenminste, had zich wel gekwalificeerd. Was niet geselecteerd. We hadden racetrack Frankie uitgenodigd om te rijden. Helaas zit hij lekker op vakantie in het zonnetje ergens zitten. En ik denk dat hij er ergens achter een schermpje zich geplakt zit ook om mee te kijken. Ja, het zou leuk zijn als je meekijkt, absoluut. Maar ja. Begrijpelijk als dat niet zo is. Maar Ruud is ook wel een rijder die kan lekker mee. Ik rij zelf met hem natuurlijk in divisie 2 en aardig leuke battletjes mee gehad. Bekende rijder, dus we zijn benieuwd wat die... Ja, zeker. Dan hebben we Barend, de Nederlander die onder de Belgische vlag rijdt. Hij woont op het randje van de Nederland, nou ja, eigenlijk moet ik zeggen de Belgische grens. Ja, een geweldige vent. Gaat ook een hoop laten zien vandaag. Ja, leuk. Zijn reactie was ook heel leuk dat hij te horen kreeg dat hij geselecteerd was. En die had het volgens mij zelf helemaal niet verwacht. Dus ik hoop dat hij alles eruit kan gaan persen vandaag. Want het is ook een van de snellere jongens. Dus ik ben benieuwd. En dan hebben wij nog... Mr. Scott. Hendrik, de Bultjes. Is later ingevallen. Vanwege Robbie. Hendrik is naar voren geschoven. En had zich ook gekwalificeerd. Rijdt ook al enige tijd bij DRE. En ik ben benieuwd wat hij er vanaf gaat brengen. Ik heb hem niet heel veel zien trainen. Ondanks dat hij wel veel heeft gereden. Maar dat heb ik dan weer niet gezien. Ik weet niet of nee, het trainingsgedeelte heb ik ook niet echt gezien inderdaad. Maar
als ik zo de lijnen met hem meekijk, dan moet het wel goed komen met Hendrik vandaag. Ja, zeker, zeker. En dan hebben wij volgens mij onze laatste rijder. En dat is ook niet de minste. En dat is wel geteld Karateka, Marlon, onze rashagenees. Ja, toch wel de snelste jongen van Divisie 2 op dit moment. Ik denk dat iedereen het daar wel mee eens is. Dus de kans dat Marlon hoog eindigt, dat... Als hij de druk kan als hij de druk kan voorblijven, dan verwachten we daar een hoop van. Ik zie op dit moment een 2-0-1-3 van Marlon. Heel lekker. Ja, kijk, met een verschil met 0,098 nu ook al met Wardrew. Dus wat dat betreft kan het leuk gaan worden zometeen. Als dit allemaal zo dicht bij elkaar gaat zitten, dan hebben we nog een leuk avondje tegemoet. Absoluut. Ja, dat was het Nederlandse team eigenlijk. De Engelse, ik kan er niet zo heel veel over vertellen, behalve dat ze hele mooie Engelse namen hebben. En aan de linkerkant van de baan rijden. Dat is een feit. Ja, nee, inderdaad. Nou ja, het zijn, wat ik gehoord heb, sympathieke mannen die gewoon een leuk potje kunnen racen en geen gekke poespas op de baan. Dus ik verwacht dat het allemaal goed komt. En natuurlijk moeten we ook niet onze reserverijder Mika niet vergeten natuurlijk. Hè? Die continu paraat heeft moeten staan, die in dit geval nu niet rijdt, maar ook gewoon snel is. Ja. Volgende keer weer gewoon bij Mika en dan rijden ze allemaal van de baan. Letterlijk en figuurlijk. Letterlijk even goed. Dat is net hoe je het oppakt. Maar je snapt wat ik bedoel. Dus ook Mika bedankt. En Don natuurlijk, hè, die ook paraat stond. Maar jeetje, we hebben ook wel een paraat te kunnen springen. En ik zie inderdaad in de chat Barend op P4. Laten we ons even verdiepen in de race. 2-0-2-8. Is netjes. Ik heb überhaupt geen idee wat voor tijden we hier kunnen verwachten. Ik heb in de trainingen heb ik hele bizarre tijden voorbij zien komen. Ja, zelfs van de pro's van Briardom ben ik zelfs een 98, of een 98, oh mij nou, 1,58, 1,59. Dat is niet mis. Dat is niet mis, nee. John gaat even buiten de baan met de kwalificatie, dus die zou zich moeten herpakken met de volgende ronde. Ik denk dat we even een rondje met Marlon mee gaan rijden. Yes. Ik denk niet dat dit een verbetering van tijd gaat worden. En wordt het wel, een 2 minuten rond. Kijk. Niet heel gek, want daarnet zag ik behoorlijk een niet hele fraaie exit hier. Dus er zit wat ruimte in. 2 minuten rond en een halve seconde op URL Wardrew. Wardrew, noem het eens wat moois. Gevolgd door die FedEx. Die wel een paarse sector nu met nu rijdt Wardrew op het rechte stuk. Dus zullen die wel even in sector 1, maar die rijdt nu een paarse sector. Dus misschien wel leuk om daar even mee te kijken. En komt inderdaad. Rijdt net de lijnen. Mooie livery ook van de jongens. Ja. Ik kan niet goed ontcijferen wat het is, maar. Ik mag hopen dat ze niet streepje voor streepje gedaan hebben, want dan. We weten dat die Engelsen gek zijn van drinken, maar dan moet je wel aardig wat op hebben gehad, denk ik. Ja, en ik zie dat tussen. De nummer 2 en 3 zit gewoon meer dan 1 seconde. Ja, Marlon heeft hem behoorlijke marge geslagen nu. Die hebben hem strak gezet, inderdaad. En met zo'n TVT is het altijd lastig om de indeling van je team is altijd een raadsel. Want je weet natuurlijk nooit wat een ander team onder snelle rijder verstaat of onder wat mindere rijder. Hoe ga je dat indelen? Dus. Dit is altijd het moment dat je gaat zien waar hoe de krachtsverhouding ligt. Nou, op dit moment ligt het voor Marlon vrij gunstig. Kan ik wel stellen. Ja, absoluut. Ik zit trouwens bij Bastiaan mee te kijken, die nu wel een paarse sector rijdt. Allereerste sector. Nummer 9. Nummer 9, ja. Die ook al heel gemotiveerd was, veel heb geoefend. Dus ik hoop dat hij zo meteen ergens lekker bovenin mee kan rijden. En wat hebben we nog meer rondrijden? Wat is Mr. Ik zie dat iedereen nu in de S's ongeveer aan het... Het is een behoorlijk treintje. Er komen wat jongens over start-finish. Even kijken wie dat zijn. Kun je dat zien? Wie over start-finish komen, dat zijn... Flash Maxi, de nummer 14. Ja.
En Barend, de nummer 5. Pakken we Barend even mee. En verbetert zijn tijd niet. Maar we gaan nu zien of hij een lekkere exit heeft hier. Meestal als je rond de 18, 19 seconden zit, zit je goed. En dat zit hij. Kijk, 18, 8. En een paardse tijd. Kijk. Ja, ik zit nu nog steeds ook bij Bastiaan op de achtergrond mee te kijken. En die rijdt wel al meer dan een halve seconde sneller. Okay. En hij gaat al richting start-finish, dus ik hoop dat hij dit kan vasthouden. Dan zal hij ook ongeveer richting P6 gaan vliegen, denk ik. P5-6. Dus het zou ook top zijn. Ik zie een 204 van Sideway George. 204-8 inderdaad, ja. Bastiaan gaat nu over start-finish en die gaat naar... 204-2. En wat voor positie pakt hij daarmee? Hij blijft op P9 staan bij mij op beeld. Okay. En ik zie dat Mr. Scott naar P5 is gegaan. En toch wel een behoorlijk verschil tussen Marlon, Wardrew en de rest van het veld. Op dit moment zitten de nummer 3, 4, 5, 6 zitten allemaal bij elkaar in de buurt. Dus dat kan nog wel eens gaan verspringen de aankomende rondes. Ja, en dan is natuurlijk ook de vraag wat iemand in zijn racepace kan en gaat rijden. Wat hij vast kan houden qua tijd. Ik zie dat Barend wel wat iets heeft verloren. Dus zijn paarse sector is inmiddels een rode sector met een halve seconde minder rap als dat hij net was. Goed. Ja, ik denk dat je gewoon heel veel tijd kan winnen met het chicane gedeelte daarbovenop natuurlijk. Waar je veel risico kan gaan nemen. Mm-hmm. Maar dan moet je ook durven. En zeker zometeen met een race van een aantal ronden, dan hoeveel rondes rijden we exact? Weet jij wel, denk ik. We hebben nog geen details besproken zelfs. Nee, daarom. We rijden 35 rondjes, dus dat zou volgens mij een uur en een iets meer dan een kwartier moeten zijn. 35 rondjes, verplichtingen in banden zijn... Dus we hebben eenmaal supersofts tot beschikking, eenmaal softs, tweemaal mediums en onbeperkt hard. Die harde band denk ik overigens dat die niet gebruikt gaat worden. Nee, dat is ook niet mijn verwachting inderdaad. Nee. 35 rondjes en slijtage staat op... Banden slijtage staat op 6 en brandstof op 3 uit mijn hoofd. Ik zou Ruud even in de gaten gaan houden die weer een paarse sector rijdt... maar nu gehinderd wordt door Stelt. Dus die kan niet door met pushen. Dat is al zonde, want daar reed je echt al 0,1 in het paars. Ja, die tijd die heeft hij nu inmiddels verloren. Omdat Stelt wel heel erg defensief aan het rijden is. Kijk eens naar P3. Red Devil. Kijk, onze Diego. Die Diego. Heeft hem gewoon even op P3 gezet. Die... Ja, die gaat lekker. En die tevens ook gewoon ervoor gekozen heeft om dit te gaan rijden. In plaats van België te gaan kijken vanavond voor het EK. Want die spelen ook over 5 minuten tegen Italië. Weet je wat leuk is? De nummer 3 op mijn toetsenbord doet het niet. Dus ik weet niet wat Tony met de E en de S en de X heeft gedaan op de toetsenbord. Ja, dat zijn zijn favoriete knopjes. Misschien moet ik hem eerst even schoonmaken. Ja. Oh, en ik zie Flexi Maxi, Flash Maxi, met 1,5 seconde verbetering in tijd. Dus dat wordt denk ik wel een P1, 2. Wie is dat? Flexi Maxi? Flexi Maxi. Geef hem een mooie naam. Flashy Maxi. Komt nu door de laatste bocht. En dat wordt een hele snelle tijd. 2 rond, denk ik. Net niet. 2-0. Nee. Dan heeft hij toch in de laatste gedeelte heeft hij de aantal tijd verloren. Dat is zonde. En ik zie de eerste auto's al naar binnen gaan om hun... Anders dan anders zal nu de kwalificatie gelijk opgevolgd worden door de volledige race. Dus moet je eigenlijk nu al bepalen op welke band je gaat starten. Dat had je eigenlijk al voor de kwalificatie moeten doen. Ja, dat betekent wel dat waarschijnlijk... Oh, kijk, Diego is trouwens met de verbetering bezig. Oh, we gaan nog even naar P4. Dan hoop ik dat hij hem ook wel door gaat rijden en dat hij hem nu niet in de pit zet. Want hij gaat ontzettend lekker. Hij gaat hem doorzetten, dat is goed om te zien. Hendrik verbetert zich ook, zie ik. 203-8. 202.
Oeh, verbetert zich wel, maar ze, ja, zit zich zo 300ste af van FedEx Man. Top. Ja, en zou dat dan een P1 worden voor Marlon? Nou, als ik zo zie, met 0, en hij is alweer aan het verbeteren. Weer een paarse sector gereden nu, dus... Kan je zien wat is ook natuurlijk... de nummer 2 aan doen is? We gaan het zo zien over. Want die gaat nu de laatste bocht in. Gaat nu de laatste bocht in, inderdaad. Ik zie ook support van Briard. Is een hele snelle tijd Code ook, als Devil. Ik zijn tussentijd zie. Dit hangt erom. 2-0. Nee, dat gaat hij niet halen. Oeh, verbetert zich wel, maar niet genoeg. Ja. Danny Actros is ook in de house. Ik zie Briardon is in de house. Badgast, Mr. Geo. Ivo is er. Geronimo. Het is een goed bekeken stream, heb ik het idee. Leuk dat iedereen ook zo lekker actief aan het meechatten is. Blijf dat vooral doen. Nummer 2 is met een verbetering bezig. En Marlon is ook volgens mij met een verbetering bezig. 55-tiende, of wat is het? 100ste? 1000ste? 100ste. Erg, ik moest ook nog nadenken. Opvallend ook op de nummer 13 en de nummer 14 die achteraan starten, dat is Bailey en Stelt. Die rijden toch wel een heel stuk langzamer dan vanaf John, zeg maar. Er zit toch wel een groot verschil tussen. Oké, okay, het is zich wel aan het verbeteren, Stelt. Met een 2.066. Zit 1,5 seconde achter zijn teammaatje, Bailey. En wederom de E die het niet doet. Dus we doen het even op deze manier. Bailey. Yes, yes. Is ook met 1,5 seconde aan het verbeteren. En die komt dan aardig dicht bij Ocean in de buurt. Met 17e verschil, dus... Ik hou hem ook in de haten. Ik hoop dat het wel een beetje zo blijft staan, want het is wel lekker verdeeld zo. Dus dat kan, kan de race alleen nog maar leuker maken. Eens even kijken wat hij gaat doen. 2-2, 2-3, 2-4. Verbetert zich, 2-4, zet hem boven John. Hij gaat zich nog boven John zetten, 1,2 seconden. John zakt ermee terug naar de 13e positie. Dan is het misschien handig om John even in de gaten te gaan houden wat die nu aan het doen is. Maar nee, die rijdt al 2 minuten 40. Dus die heeft een moment gehad of hem stil laten staan. Ja, en Bastiaan? Op een P9. Basti, let's go! Basti zag het niet helemaal zitten vandaag. Twijfelde volgens mij aan zijn race pace. Compleet onnodig. Want zet hem gewoon op de 9e positie hier. En nogmaals, 35 rondjes is lang. Daar kan een hoop gebeuren en daar gaat een hoop gebeuren, denk ik. Eens even kijken of er nog snelle mannen op de baan bezig zijn. Volgens mij is iedereen een beetje klaar. Dan gaan we zo richting het einde en dan gaan we er een hele mooie race van gaan maken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Er zit een klein bukje in dit spel, lijkt wel. Ja? Door. Ja. Oh ja, ik zie bij jou in beeld nu dat hij alle kanten op gaat. Het is maar goed dat er geen hardcore onder stond, want dan klopte het ook helemaal nog. Ja, en dan hebben we een pole position voor Nederland. Marlon, met 3/10 voorsprong op de Engelsman, Wedrew. Gevolgd door Flashy Max. Flash Max, ja. Yeah. En daarachter hebben we Red Devil, Diego, gevolgd door FedEx Man. En daarachter zit heel krap met, wat is het? 200ste zit de Mr. Scott. Het is een beetje om en om zo op dit moment. Alleen op P8, 9 en 10 hebben we België, Nederland. En we gaan starten. En ik ga mijn camera even op de motorkap zetten van de P1. Ja, deze gaan we voor Robbie doen vandaag, Rens. We gaan hem binnenhalen. Yes. Eens even kijken hoe dit ook weer werkt. Ja, bij mij werkt die ook nog niet lekker mee. Bij mij doet die ook niet lekker. Nou, dit was de start.
Ik pak hem gewoon zo. Ja. En zijn weg. Marlon een hele goede start. Aan de binnenkant. Rustig gas. En houdt de P1. Houdt de positie 1. En achterin lijkt het ook allemaal goed te gaan. Vooralsnog. Ja, alleen een langzame exit naar de eerste bocht van Diego. Die gelijk ook een plek verliest. En nu al gelijk de druk erop heeft zitten van Rodas. Dus die heeft hem nog niet helemaal lekker te pakken de eerste bocht. Maar Marlon wordt ook op aardige race. Marlon heeft zijn P1 af moeten staan aan Wedru. Had de slipstream van Marlon. Ja. Deze baan is vrij gevoelig voor slipstream. Ja, het is ook natuurlijk ook een baan waar het heel lastig is om in te halen. Dus als er al iemand voor je in het chicane gedeelte de lijnen niet lekker te pakken hebt, dan zelfs dan is het nog moeilijk om iemand in te halen. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat... En Marlon die een muurtje meepakt daar en wel wat pace gaat verliezen. Maar toch de druk erop kan houden bij Wardrew. En ik zie dat Sean, Barend en Bastian niet heel veel posities hebben verloren. Sterker nog, geen posities hebben verloren. Ja, nu is het een kwestie van rijden en kijken wie de beste strategie heeft. Wie het snelste rijdt. Ja, zal ik het veld doornemen met wie op welke banden rijdt? Ja, dat lijkt me goed plan. Interessant om te weten, want Wardrew is begonnen op de zachte band. Daarachter dus Marlon met superzacht. Dus die zal iets makkelijker de bochten uitkomen. Flash Maxi op de zachte band. Faxman ook op de superzachte band. Rodas op de superzacht. Diego op de zacht. Barend op de superzacht. Sean op de mediums. Oh. Die gaat voor een hele andere tactiek dan de andere mannen. Bastiaan gaat hem op de mediums rijden. Scott op de mediums. Stelt op de soft. De Bultjes op de mediums. Bailey op de soft. En Sideways George ook op de soft. En ik denk dat Marlon wellicht wel eens een actie kan gaan wagen hier. Ja, hij gaat hem ernaast zetten. Is een, die hem later inremt. Maar hem wel heeft. Doet dat heel netjes. Ja, dit doen de mannen netjes. Absoluut. En een mooie inhaalactie van Marlon. En nu is het een kwestie van een gat maken. En hopen dat hij niet de volgende slipstream weer die pineut is. En toch onze twee Belgische vrienden Red Devil en Barend die mooi met het treintje mee kunnen zo. Ja, en we starten overigens met 70% aan brandstof. Dit is denk ik ook de reden waarom een hoop mensen op de soft starten. Die banden gaan het meest rappe doorheen, afgezien van de supersofts. Marlon pakt een muurtje mee daarom, verliest gelijk een stuk tijd en heeft een penalty te pakken die hij nu moet gaan wegburnen. En dat zou betekenen dat Wedru en Flash Maxi waarschijnlijk er toch voorbij gaan. Ja, hij moet burnen van de racelijn af. Doet dat hier? Anders dan bij ons met burnzones werken ze in Engeland met burnen van de racelijn af op een... Sorry, ik ben even afgeleid, want ik zie dat hij gelijk zijn P3 af moet staan aan Flash Maxi. Geen stress. Ja, we hebben nog een lange race te gaan, dus dat... Kijk, we weten natuurlijk van Marlon dat hij heel sterk is met het wegrijden van de race. Marlon van de baan af. En, inderdaad. Hij moet zijn plekje 4-5 ook afgeven. En heeft bij Red Devil in zijn nek. We komen nu met 4 man op de laatste bocht af. Oeh, en Marlon zit er niet lekker in. Nee, ik heb het momentje net gemist. Kun je die nog terughalen? Nee, te laat. te laat. Maar goed, hij ging de laatste bocht iets te hard op zijn gas. Raakte wat een curbstone, denk ik. En een klassieker. Daar ga je in de ronde. Yep. Maar goed, Diego heeft net wel Rodas ingehaald. Dus we hebben wel weer een andere DRE'er die een aanval op de top kan gaan doen op dit moment. Kijk, Red Devil. Yes, yes. Bastiaan die ook gewoon op P8 nog een lekker meegaat met de rest van het veld. Die op een medium band ook een 2 minuut 5 heeft neergezet. Dat is ook niet de minste tijd. Ja, en Sean, heb je Sean gezien? P7.
Ja, die heeft een behoorlijke comeback gemaakt, ja. Inderdaad. Ja, absoluut. Zit er lekker in. Ja, en een foutje hier is zo gemaakt, hè. Dus nu is het Marlon op P10. Voor hetzelfde geld doet Flash Maxi, FedEx of weet ik het niet nog meer, een kleine ballerina spin. En het hele veld is weer gemixt. Ja, absoluut. En denk je dat er ook nog wat te halen valt met het short shift hiervan om eerder de pit uit te komen? Of wat zou jij doen, denk je, Rens? Absoluut. Alles wat je kan short shiften en geen tijd meer verliest, is natuurlijk mooi meegenomen. Minder tanken is tijdwinst. Ik zie je zit ook bij Wedroom mee te kijken, die ook behoorlijk aan het short shift is. Die is hem echt al op de midden van de lijn, is hij allemaal aan het op, omhoog en omlaag aan het schakelen. Dus die is ook aan het short shift op dit moment. Ja, en dan is de vraag, gaan de Engelsen voor een tweestopper? Ik durf te zeggen dat de Nederlanders... Daar gaat iemand buiten de baan. Oeh. En dat is verder. Faxman. En Red Devil. Samen met ik denk dat er Red een, Devil. Ja, als ik dat terug kan halen, dan ga... Ik ga eens even op een knopje drukken. Nee. Oh, daar had wel wat terug. Inderdaad. Zo, wat een camerawerk, jongens. En Red Devil die verrent zich. Tikt daarmee Faxman eraf. Oei, dat is een pittig tikje inderdaad. Kan gebeuren. En ziet daarbij ook dat hij dat hij zelf fout zat. Dus geeft zijn plekje terug. Faxman daarmee zakt terug naar positie 12. Beetje pijnlijk. Maar ja, kan gebeuren. En hiermee is ook Red Devil teruggezakt naar P13. Ben ik toch wel benieuwd waar Mr. Marlon op dit moment zich bevindt. En die zit er weer op P6. Ja, Marlon die... wat ik al eerder had gezegd, die kan behoorlijk goed rijden zonder druk. Die kan heel goed wegrijden. En ik hoop dat hij toch inderdaad nu lekker de pace kan houden. Gele vlag. John! Ja. Was dat John? Ja, ja, John die stond horizontaal. Nee, ik kan nog steeds netjes achteraan sluiten. Dus wat dat betreft nog geen nood. En Marlon daardoor op P5 met Barend voor zich met 4 seconden. Het opvallende is wel dat bij Rodas die op P3 staat, zijn benzine toch al iets minder is dan de andere Engelse mannen die voorin rijden. Dus ik verwacht dat die als een van de eerste naar binnen zal gaan. Die is hem ook volledig aan het doorpushen met super softe banden en is ook niet aan het shortshiften. Dan kan je zien wat de nummer 1 voor tijden rijdt. Ja, die rijdt nu 2 rondes op een rij, 2 minuut 3. Oké, okay, dan is hij niet echt aan het 7, minuut 3,3. Nee, hij is de soft nu, of de medium zo... band? De softband. Heb je gezien wie er bij ons op P4 staat? Ja, ik zie het net. Onze sluwe vos, die komt eraan. Ja, en als hij deze rondes vast kan houden, dat zou geweldig zijn. Ja. En het loopt ook in op degene voor zich, Rodas. Ja, en ze rijden beide op een supersoft band, maar de banden van Rodas zijn meer versleten. En dat zie je nu heel goed in beeld. Heeft een foutje gemaakt. Ja, en dit wordt een P3 voor Barend, denk ik. Oh, sorry. Ik ging even hij komt denk ik net iets te kort om een aanval te kunnen doen bij de aankomende bocht. Dan kan je altijd nog een kleine divebomb doen, dan heb je ruimte zat. Nee, hij rijdt nu rustig naar hem toe. Halve seconde. En de nummer 1 en 2. Ja, die rijden rustig door. Met, toch al een gat van 3 seconden. En de 2 naar nummer 3 is 6 seconden. Dat is toch wel een aanzienlijke gat. Terugkomend op die strategie. Denk ik niet dat deze jongens een tweestopper gaan doen. Nee, dat gaan ze niet doen. Nee, dat zie ik niet gebeuren. Maar ik hoop ook stiekem. Ik heb ook niet meegeluisterd met wat de mannen van DRE van plan zijn. Dus dat is voor mij ook een gehele vraagteken. Maar ik hoop dat ze dat een beetje kunnen gaan splitsen met de mannen voorin en de mannen achterin. Door misschien een andere strategie te kunnen gaan gebruiken. Voornamelijk worden het denk ik 3 stoppers. Ja. En afhankelijk van de persoon en de positie in het veld gaan ze de banden eronder gooien.
En kijk eens bij Barend mee. Die zit nu op 0,3 seconden. Oeh. Van Roddas. Ik pak even een mooi cameraatje. Hij houdt zich in. Hij ging even met zijn voet van het gas. En blijft zich gewoon focussen op de lijnen. Wat misschien ook wel handig is op deze baan. Meestal als je veel druk erop gaat zetten, gaat de rijder voor je vanzelf wel een keer een fout maken. Een paar keer op je lichtknopje drukken. Heb ik geleerd van een, van een Ivo. Oh, is Ivo er zo eentje? Ja, 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 die heeft sterker nog. Die heeft een grote plak duct tape op zijn flesknop zitten. Ja? Ja, die heeft ook een vergrote kruisje op zijn knop op zijn stuur. Die heeft een vergroot kruisje. Een vergroot kruisje. En ik krijg zojuist door dat Italië 1-0 voor staat. Zie. Prima. Succes, jongens. En... ja, Barend nog niet te voorbij, maar wellicht is die... ja, het is natuurlijk ook handig als je gewoon achter hem blijft en een beetje gaat shortshiften. Een beetje in de slipstream blijven. Ja, het is ook wel opvallend om te zien dat Barend en Roddas alle twee hele andere lijnen rijden. Ja, viel mij ook al op. En het lijkt toch dat Barend zijn lijnen die hij rijdt veel beter zijn dan die van Roddas. Al moet ik zeggen dat Roddas zijn rechter voorband echt al over een kwart heen is. Oké. En okay. Barend veel zuiniger met zijn bandjes omgaat. Kijk eens wie er in de verte alweer aankomt. Op 1,5 seconde van Barend. Ik had het gezien, ja. Marlon gaat lekker. En welke band stond Marlon? De? We hebben alleen wel een momentje gemist, want helemaal achterin op P14 hebben we nu Bastiaan staan. En ik zie dat zijn voorbumper knippert en zijn rechter voorwiel. Heeft in de muur gezeten en die is hem ook behoorlijk kwijt. Probeer je rustig te herpakken. Kom op, Bastiaan, herpakken. Ja, en als je op deze baan eenmaal eraf gaat, dan heb je echt wel 1,5 ronde nodig weer het weer een beetje op zijn plekje kunnen krijgen. Ja. Ik ben wel benieuwd. En ik zit ook naar de benzinemeters te kijken. En Roddas die gaat nog steeds wel het hardst van iedereen. Ik zie hier Faxman die zijn teammaatje voorbij gaat. En die wordt aan de kant, die wordt voorbij gelaten, want het is aanzienlijk sneller. Oeh, vliegt er nog bijna vanaf ook. Waardoor zijn teammaatje denkt, ik ga weer aan de binnenkant. Doet hij niet. En deze gaat wel heel enthousiast opzij, Mr. Daniel Bailey. En dat is een momentje die ik net gemist heb. Zo staat Mr. FedEx Man op positie nummer 7. 8 seconden achter Mr. Scott. Die overigens ook een hele lekker ritme heeft, heb ik het idee. Ja. En toch op 4, 5 en 6 nu de mannen van DRE die... ik zie nou gewoon een paar jongens daarvan naar boven rijden. Rens, ik weet niet. Ja, Barend die zit nu... Marlon zit nu op de bumper van Barend. Ja, zal hem denk ik wel voorbij gaan laten gaan straks. Ja, maar ook daar zit opvallend dat de banden van Marlon veel meer versleten zijn dan die van Barend. Ja, en ik denk dat Marlon flinker zit te stampen op dit moment. Ja, die heeft behoorlijk zitten stampen. Ik denk dat een groen stoom uit ronde 4 heeft hij 2 minuten 2,7 gereden. Wat je ook als snelste tijd nog in beeld ziet rijden. Dus dat betekent dat hij echt heeft lopen stampen. En daar ging Roddas, die zag je ook een beetje struggelen. Ja. En nu, dit zou het moment moeten zijn dat de mannen van DRE met z'n tweeën gaan bepalen wie nu hun aanval gaat inzetten. Dit is nog niet het moment, maar zo meteen de bocht naar het rechte stuk op. Dan moet een van de twee mannen moet het gaan proberen. Of met z'n tweeën, maar hopen hem in de fout te dwingen. Ja, met z'n tweeën slipstream pakken, dan is de laatste denk ik nog veel sneller. Dus wellicht, niet een hele lekkere exit voor Marlon. Dus die gaat hem sowieso niet worden. Nee, dat komt door zijn rechte voorband, maar die zit echt al op de helft nu. Ah. Ja, en ik denk dat hij ook wel... Ja, ik denk dat hij toch wel 8 of 9 rondjes op deze band moet rijden. Ja, moet hij dat nog doorrijden? Ja, nou, dat redt hij niet. Sowieso 8 bandjes. Of 8 rondjes, 8 bandjes. Nee, redt hij dat niet? Nee, dat gaan ze niet redden meer. Dan hou ik me niet bezig met strategie. Dan zoeken ze het allemaal maar lekker uit. En Roddas gaat naar binnen. Gaat hij een undercut doen? Maakt verder niet uit, want nu hebben Barend en Marlon hebben vrije lucht. Ja, help elkaar met de slipstream naar voren. Ik hou Roddas een beetje in de gaten naar wat voor banden hij gaat. Dus volg jij de mannen voorin? En ik lees net dat er maximaal 9 rondjes op de softs gereden kunnen worden.
wil je er een beetje lekker overheen gaan. En, oeh. Kleine miscommunicatie heb ik het idee. Jongens, laat elkaar leven. Kan je zien of er verder nog iets... Ik zie dat Bastiaan John voorbij is gegaan. Oh, kijk. En Mr. Stelt komt nu de pitstraat uit. En Rodas die heeft hem overgezet naar de mediumband. Oké, dus die gaat waarschijnlijk twee keer mediums pakken nu. En dan de supersofts eronder. Barend en Karateka zijn nog steeds met elkaar in gevecht. Let ook op elkaar, mannen. Kom op, help elkaar met z'n tweeën naar voren toe. Het zou zonde zijn als je elkaar op deze manier zo meteen nog een keer van de baan afkegelt. Ja, op dit moment verliezen ze alleen maar tijd ten opzichte van Flexi Maxi. En het lijkt bij mij alsof er een enorme bug bij Barend is. Ik zag die hem gaat van links naar rechts op de baan. Ben ik ook benieuwd of die Marlon gaat zien in de... En ik vrees dat Barend straks in één keer uit het spel ligt. Ja, die kans is aanwezig. Ja, die gaat echt... Het zou zonde zijn als een van de mannen die nu voorin rijdt. Als je gaat kijken, nummer 3, 4, 5, 6. Ja, niet geheel. DRE. DRE? Nog niet. Ga vooral zo door. Van die flauwe grappen krijg je dan. Ja, precies. Dat Horenberg zegt iets hammer time. Dus Barend, Marlon, let's go. Ze gaan met z'n tweeën nu naar binnen. Ze gaan allebei naar binnen. Hopelijk dat die pitstop voor Barend zijn internet een beetje recht trekt. 8% en 9%. Oké. Okay. En Mr. Scott die gaat nog door, denk ik. Of gaat hij naar binnen? Zoals ik al zei, mijn nummer 3 doet het niet. Dus we moeten het even op deze manier doen. En Mr. Scott gaat door en die rijdt op de mediumband. En qua benzine gaat hij ook nog aan. Oh, kijk, dat was Barend. Dat was Barend. Jeetje. En hij had het laatst had hij het ook al in divisie 2. Dus het netwerk is niet helemaal... Dit is echt puur zonde. Heel jammer. En niet alleen voor de race, maar voor Barend zelf ook. Hij had hier zoveel zin in. Ja, en hij ging ook gewoon ontzettend goed. Ja, P4. P3 zelfs. Zonde dit, zonde. Maar ja, er valt nu verder niks aan te doen. Nee, de andere mannen moeten zich nu naar voren zien te rijden. En ik zie dat Mr. Scott nu rondes van 2 minuut 6, 2 minuut 4, 2 minuut 5... een beetje door elkaar heen... Jeffrey, kut, waren restart. Ja, kon het maar... Ja, volgens mij is het een regel dat je als je binnen 10 rondes een bug hebt, dat je dan kan restarten. Ja, gooi het in de chat. Ja. Gelijk iedereen afgeleid. Ja, dit is vervelend, man. Dit vind ik echt heel jammer. Ja, absoluut. En ik zie een gele vlag in beeld. En Hendrik de Bultjes die staat in de wand. Oeh, en die stond net op P5. Ja. Is nog niet er binnen gegaan, denk ik. Dus wellicht is dat het. Eén schrale troost. Hij kan nu Mr. Faxman een klein beetje opbouwen. Want die is denk ik op een retour naar de top 5 toe. En probeert hem er langs te zetten. Gaat niet lukken. Het gaat niet lukken. En de nummer 1 van het veld gaat naar binnen. Wadrew gaat naar binnen. Oeh. Nee, ik dacht dingen te zien die ik niet... En Flashy Maxi gaat ook naar binnen op 1%. Dan denk ik dat Mr. Scott ook naar binnen zal gaan. Ja, die rijdt hem nu ook naar binnen toe. Heeft nog 4%. Die heeft nog 4% over. En omdat Hendrik de boel ophoudt, kan Red Devil Diego redelijk aansluiten bij Faxman. En die zitten op P9. En Faxman die een aanval gaat inzetten op Hendrik nu, denk ik. Nou, Hendrik heeft zich toch gereakt. Ja, wellicht dat hij aan het save is. Dat zou zomaar kunnen. Oeh. En een hele mooie actie aan de binnenkant. Ja, die zag hij niet aankomen. Mooi. Zal ik eens even kijken of hij terug kan halen? Ja, dat was wel lekker inhaalactietje. Ja, gedurfd. Laat inremmen. Wel tijd op verliezen, maar toch je plek behouden. Dat is toch wel klasse. En mislukt. En FedEx gaat nog steeds door. En Hendrik en Bastiaan zijn binnen. Mr. Joffrey vraagt of het 34 rondes is. Nee, jongen.
35. Kijk, en Marlon staat wel weer op P2, hè? Die heeft vrije lucht, dus die kan gaan stampen. Is Marlon, die is al naar binnen geweest, hè? Jazeker. Ja. Oké, dat heeft hij netjes gedaan. En dan ja, ben ik benieuwd wat die Flash Maxi heeft gedaan. Ja, het verschil ook met Wardrew is dat Wardrew zijn auto helemaal vol heeft gegooid. En dat Marlon zijn auto op ongeveer 75% heeft gegooid. Nu nog 70% over heeft. Dus die heeft minder benzine erin. Dus zal ook iets meer pace hebben. Ze rijden samen op dezelfde band. En die Flashy Maxi dan? Want die is in één keer 8 seconden verloren ten opzichte van... Ja, die heeft zijn auto ook helemaal vol gegooid en die rijdt nu op de medium band. Ah, met lood hoop ik. Met lood. Maar kijk naar Marlon, die rijdt gewoon in op Wardrew. Dus even in de gaten houden hoeveel dat per rondje is. De marge is nog groot, maar een fout is zo gemaakt op Mount Panorama. En wat voor bandjes zitten bij de heren? Allemaal op de medium. Oké. Okay. De nummer 1 tot en met de nummer... Allemaal op de medium. Saai. Ja. Heel saai, jongens. Nee, het zal tactisch wel dat allemaal in orde zijn. Ja, ik denk dat de middelste stints gewoon lekker op mediums gereden worden. Waar, ja, dat je af kan werken naar de zachtere compound straks. En Dan Daly is bezig met een erg snel rondje volgens mij. Hij zit achter Red Devil. We gaan eens even kijken hoe het achterin het veld is. Mr. Stelt. Ah, de bultjes op P12, Sean op 13 en Bastiaan op 11. Dus die is weer een plekje gestegen. Ja, die toch ook wel, als ik gewoon kijk naar zijn tijden, wel aardige rondes rijdt, maar toch wat fluctueert. Want het is 2 minuut 5, 2 minuut 6 en één keer 2 minuut 33 en de laatste ronde ook weer 2 minuut 46. Ja, daar verlies je tijd mee. Als je dat dan al weg zou halen, dan had hij nu dus gewoon mooi bij de top 5 wel kunnen meerijden, denk ik. Mm-hmm. Dus dat is zonde. Iets voor de toekomst. Ja... Loopt Mr. Geo weer te hebben of niet? Marlon heeft zojuist een seconde afgereden van de tijd naar... voorzichtig jongen. Hij rijdt compleet op het randje. Wie, Marlon? Ja, nog wel even leuk om te weten. Die appte me vanmiddag. Was op zijn... Die komt net terug van vakantie. Maar blijkbaar is zijn brilletje... Want die rijdt met een bril. Die is onder een koffer terechtgekomen. Dus zijn bril lag aan gruzelementen. Dus die was lichtelijk in paniek. Want volgens mij zonder bril ziet hij ook echt helemaal geen steek. Ja, dat mag je er wel met de 10.7500. Of in ieder geval de 10.000 mag dat wel eens een keer gebeuren voor mij. Man, dat is die Marlon snel, zeg. Nou, zonder bril denk ik niet. Dat wil ik wel eens een keer meemaken. Dus die is als een man door de stad heen gereden op zoek naar een bril. En uiteindelijk is hij terechtgekomen met lenzen. Die overigens nooit in heeft, dus dat wordt als die straks ook wel een leuk feitje over Marlon is dat het ook echt zijn favoriete auto is waar hij mee rijdt, de Mercedes AMG GT3. Ja, is ook de auto waar hij mee nu... de 10.000 in rijdt. En Baan is er terug. Ja, al speelt sinds een halfjaartje nu ongeveer Gran Turismo, dus dat zegt ook wat dat als de mannen gemotiveerd zijn veel oefenen, dat je dit dus ook al kan doen. Dus voor de kijkers die nu kijken, het niet spelen, zijn allemaal welkom. Probeer het een keer uit, rij een keer mee. Iedereen kan het, de een beter dan de ander, maar het is gewoon een fantastisch leuk spelletje. En inmiddels 10 seconden afstand op Marlon. Wil je nog een leuk feitje horen over Marlon? Wat zijn hobby's zijn? Nou ja, vertel. Ik denk iets met groen. Groene plantjes knippen. Nee. Opties zoeken om te kijken hoe ik met mijn 35ste met uitschot tot 40 met pensioen kan. Dat is zijn hobby? Dat is zijn hobby. Jeetje, waar is die jongen mee bezig? Ja... Jozef mag het weten, maar ik weet het niet. Hij heeft het als hobby doorgegeven, dus... Wat goed. Ja, het is een aardig mooie hobby. Ben benieuwd hoe hij dat aanpakt. Ja, als hij het weet, dan is hij welkom om het te delen. Hij heeft genoeg tijd om te oefenen, volgens mij. Dus dan is hij aardig goed op weg.
En ik zie zojuist een aanmelding in de chat van ene Geronimo. Ja, weet je, als je 76 bent, dan is het misschien wel te oud om mee te rijden. Maar goed, we hebben ook iemand van 70, dus wie weet. En rijdt hij morgen mee? Ja, die rijdt morgen mee. Die rijdt morgen mee, hè? En dat is onze G. Schimmel. Die is, die is ook, die heeft het goed voor elkaar en die is lekker naar Frankrijk verhuisd. Om daar lekker te genieten van zijn oude dag. Tenminste, oude dag mag ik niet zeggen, want dan wordt hij denk ik lichtelijk boos. Is daar gewoon aan het genieten. En morgen gaat hij het laten zien bij de. Bij de pro's. Ja, dat moet goed komen. Mooie bouwjaar, zegt Ivo. Maar dat komt ruimte in, ruimte uit. En Mr. FedEx Man gaat zijn pakketje bezorgen bij Red Devil Diego. Het zit op een halve seconde achterstand. Scarab? Heb je Marlon gezien? Die zit al onder de 10 seconden, hè, bij Red Room nu. Dus... Kijk. Al is het wel zo dat de slijtage van Marlon vele malen groter is en het zijn benzine al over de helft is. Oké. Okay. Maar goed, we zitten pas op een derde van de race. Dat betekent dat we nog twee derde te gaan hebben. En FedExman probeert, laat zich zien, is gevaarlijk op deze baan. Want je bent snel afgeleid, je mist snel je rempunt en je instuurpunt. Ja, en als je die mist, dan dat spreekt voor zich. Nu ook om te kijken op P13 hebben we onze John die toch niet de pace te pakken heeft. Dat is jammer. P10 zei hij. Twee minuten. Oeh, ja, P13 rijdt hij nu. Wie is dat? Bastiaan is in gevecht met Mr. Stelt. Zie. Mr. Stelt die maakt een kleine fout. En ik zie dat ik gecorrigeerd word door een Mr. Gio. Dat schijnt de lelijkste man van DRE te zijn. By far. Ken je die Elephant Man? Jazeker. Nou, die. ach. Zijn er nog kijkersvragen? Vraag ik me af. Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Marlon, die gaat naar 10 seconden. Ja, de vraag is natuurlijk ook, kan hij dit volhouden op... deze pace. Die Marlon? Ja. Nou ja, wat ik net zei, de bandenslijtage en de benzine is toch wel even iets anders bij Karateka. Mm-hmm. Bij Marlon. Dus ik hoop dat hij nog een lange stint kan doorrijden, maar in ieder geval totdat zijn tank leeg is, gaat hij dat redden. Hij rijdt nu ronde 13 en 2 minuut 4,3 en ronde 12 en 2 minuut 3,3. En Wadju daarvoor heeft net een ronde gereden van 2 minuut 3,8. Dus die is nou juist weer wat meer snelheid aan het pakken. Dus dat betekent dat die nu aan het pushen is waarschijnlijk. Oké. Want ik zit zijn lijnen nu te bekijken en die rijdt snel. En je ziet ook dat Wadru nu wegrijdt bij Marlon. Alweer boven de 10 seconden zit. Er komt een vraag of wij nog meer leuke dingen over Marlon weten. Weten wij nog meer leuke dingen over Marlon? Ik kan eens eventjes gluren. Hij is 22 jaar, werkzaam in de ouderenzorg. En zijn favoriete baan is het Circuit Spa de Francorchamps. Dat zijn toch echt alle weetjes die ik weet van Marlon. En verder moeten we je echt verwijzen naar Wikipedia / Marlon. Ja, inderdaad. Hoveniersbedrijf Groengras. En Red Devil die heeft nog steeds Mr. FedEx Man achter zich. En inmiddels is FedEx Man op 2 seconden gereden. Dus dat is, Mr. Diego is goed bezig daarmee. Absoluut. En toch is het verschil tussen Diego en Rodas wel al 17 seconden. Dus er zit een behoorlijk verschil tussen. Maar blijf doorgaan, jongens. Hou je lijnen en rij lekker naar de mannen toe. Want ook die Britten gaan echt nog wel een foutje maken. Misschien nog wel twee.
En gek genoeg, ik heb een goed gevoel bij Marlon. Die heeft er lekker de pace te pakken. Die blijft zijn rondjes rijden. Je ziet het hè, nu. Hij heeft vrije lucht eigenlijk. Dus onderschat dat niet. En op dit moment Mr. Scott op plaats 4. Met 1 seconde achter zich Rodas. Die lijkt niet echt... dat lijkt een redelijk constant gat te blijven. Dus dat is gunstig. Ik kan nog niet zo echt zien of hij ook echt naar Flashy Maxi toe rijdt. Ik zit nou op P12 ook mee te kijken. Sorry dat ik je onderbreek. Maar Hendrik gaat nu stelt voorbij. Het rechte stuk. Op welke positie? Op P12. Dus hij rijdt nu op P11. Ah. Kijk. Effectsman naar binnen. Oh, dat is al vroeg. Ja, want hij heeft nog zeker voor de helft aan benzine vol in zijn auto zitten. Dus dat... Wat gaat hij eronder gooien dan? Dat betekent... De harde band? Andere banden en volgooien. De harde band is wel heel enthousiast, denk ik. Dat ga je niet redden. Dan moet je 20 rondjes op een tank. Oh, ik kan niet zo goed zien wat hij eronder heeft, maar... Komt daarmee voor die de Wiltjes uit. Wil je weten? Ja? De mediumband. Nieuwe. Oké. Okay. Fixed splinter nieuw. Wellicht dat hij een minder lekker setje eronder hangen. Nou, wat mij ook opviel bij een aantal Britse rijders is dat ze... Dat ik het idee heb dat ze hun remband niet helemaal hebben lekker staan. Omdat er heel veel slijtage aan de achterkant van de banden zijn. En het niet gelijk loopt. Oké. Okay. Ik zie overigens dat Marlon zijn 9 seconden achterstand... iets is uitgelopen naar 11 seconden. Lijkt daarmee toch wel op de keerpunt te komen dat hij zijn pace niet vast kan houden in de jacht op Mr. Wadrew. Ocampa heeft het over de Brexit. En kijk eens, nu is als je dat lijstje ziet erin, dan zie je een Brit. En dan hebben we ons weer een Brit. En dan hebben we ons weer een Brit. En dan hebben we ons weer. Dus wat dat betreft... Het ziet er lekker uit. Ziet er leuk uit. Ik hoop voor het plaatje dat, is het netjes. Voor het plaatje ziet het er zeker goed uit. Maar toch moeten P1 en 2 nog eventjes omdraaien. En waar is onze Diego gebleven? P6. En Bastiaan die nu ook gewoon op P9 weer meerijdt. Dus die heeft zich behoorlijk goed hersteld. Want hij heeft natuurlijk in het begin van de race al een behoorlijk stuk achter gestaan. Ja, en wat leuke weetjes over Bastiaan. Hoe oud denken jullie dat Bastiaan is? De man met de mooiste stem van DRE. Hoe oud denk jij dat Bastiaan is? Hoe oud denk ik dat Bastiaan is? Ik zie hier 35 voorbij komen. 30. Jongens, jullie zijn wel erg... jullie gaan lekker. Nee, Bastiaan is 39. Helemaal mooi. Toevallig heb ik het voor me. Ah, kijk. Van spelen. En heeft te veel favoriete auto's om op te noemen. Nou ja, bij deze. Ja, ik weet dat hij helemaal gek is van die Golf GT1. In de beginperiode van de Cup Races kon je natuurlijk je foto's doorsturen. Toen kreeg ik al binnen van Bastiaan. Pet, ik heb die Golf erop gezet. Wil je erop stemmen? Nou ja, goed. Dat heb ik gedaan. Ja, dat is onder andere een van zijn favoriete auto's en zijn Aston Martin. En dat is volgens mij ook de auto waar hij mee rijdt in, op dit moment in de 10 en de 7,5 zou dat kunnen. Wat zei je, sorry? Nee joh, laat maar gaan joh. Ik praat wel door. Ik zie overigens ook dat hij van wielrennen houdt. Zie. Kijk, dus hij zit met gescheerde benen in deze auto. Dat zou toch wel een halve seconde moeten schelen, denk ik, op het rechtstuk. Ik pak even Bastiaan erbij. 9. Oeh, heeft Mr. FedEx mij weer in zijn nek? Ja, maar Mr. FedExman die heeft natuurlijk splinternieuwe bandjes eronder zitten. Die heeft een extra pitstop al gemaakt. Dus de bandenslijtage van Bastiaan is trouwens ook niet eens zo heel extreem erg hoor. Die rijdt er al een aantal rondes mee, maar hij heeft ze aardig goed onder controle, moet ik eerlijk zeggen. Maar je merkt wel aan de lijnen van Bastiaan dat hij een klein beetje zenuwachtig wordt als FedExman. Dus ik hoop het niet, maar ik denk dat het misschien beter is om hem voorbij te laten gaan en terug je eigen lijnen te pakken, want... En wordt behoorlijk naar buiten geduwd. Ja, wordt behoorlijk naar buiten geduwd. Ja, en komt er niet voorbij op deze manier. Houdt mooi de binnenkant in het midden van de baan. Oh, en verremt zich hier. En dit is nu een moment voor Mr. FedExman om
Nee, komt er niet voorbij. Kies eieren voor zijn geld. Zit te zijn, hè? Gaat dit te zijn, hè? Ja, Mr. Felixman zit te zijn, hè? Ja, ik snap het enigszins ook wel een beetje. Ja, Bastiaan die verdedigt redelijk fanatiek. Maakt niet uit. Rijdt hij wel mooi aan de binnenkant van de baan. Maar ja, moet hier voor de meerdere plaats maken. Ja, laten we wel zijn. FedExman zit op versere banden. Absoluut. Maar nu is het een kwestie van aanhaken. Kijken wat er dan gaat gebeuren. Ja, en misschien wat zeven op het moment dat je de slipstream hebt van degene voor je. Als je daar het een en ander mee kan winnen op lange termijn, is het misschien ook nog niet eens een gek idee. Maar goed, ik rijd natuurlijk nu niet. En ik zie trouwens op nummer 8 dat Bailey een wand behoorlijk meenam. Oeh. En zijn banden echt extreem versleten zijn. Dus ik verwacht dat Faxman en Bastiaan daar nog snel naartoe gaan rijden. En Diego heeft een penalty gepakt. Die hij nu moet gaan uitburnen. Op nummer 6 rijdt Diego. Oeh, dat is zonde, want hij zit achter Rodas. Ja. Maar goed, op deze manier burnen, ja, kost relatief weinig tijd. Dus de kans dat hij weer aan kan haken is vrij groot. Marlon is naar binnen. En die zit op P3. Maar ja, aangezien dit toetsenbordje nummer 3 overslaat, gaan we het even op deze manier doen. Is naar binnen. Ik zit ook te kijken naar Wardrew, die nog aardig wat benzine in zijn tank heeft zitten. En nog steeds echt heel goed omgaat met de slijtage van zijn banden, zijn medium banden. Dus die gaat wel een behoorlijk gat slaan, ben ik bang voor. Ja, maar die moet toch ook nog wel een keer naar binnen, toch? Ja, maar die heeft nog aardig wat in zijn tank zitten. Die zit al bijna op de helft. Maar wellicht doet hij een lange stint nu. En dan een laatste stint op Supersoft. En dat is ook hetgene wat Marlon, denk ik, gaat proberen. Ja, die hebben hem weer op de mediums gezet. En Rodas is nu ook naar binnen op P7. P7, ja. En daarmee schuift Mr. Scott en Red Devil schuiven een plekje op. En even kijken. Waar zit Henrik? Op P11. Oh. Die kijkt naar de achterkant van Bastiaan aan. Dat is niet best. Ja, gewoon lekker naartoe rijden, lijntjes blijven rijden en... John op P13. Ja, in het begin ging hij oeh. En op het moment dat we naar John doorschakelen, zet hij hem achterstevoren in de S's. Tricky plekje. Ja, ik zie ook dat de rechtsachter van John ook echt behoorlijk zwaar heeft. Ja, zo lekker als dat hij begon... Die op een ronde gezet gaat worden. Oeh. Ja, zo lekker als dat hij begon... Zo teruggezakt is hij nu. Scheld Karateka wel eens niet. Niet. Ah, wel eens niet. En Mr. Scott op P3. Met 9 seconden... naar Flash Maxi. Niet eens verkeerd, moet ik zeggen. Rijdt gewoon lekker zijn eigen race. Nee, absoluut niet. Ruud gaat lekker door. En die moet natuurlijk nog wel een pit maken. Hè? En daardoor zie je dat nu het verschil tussen Marlon en Ruud nu 8 seconden is. En Marlon daar ook heel snel naartoe rijdt. Dus die zal er nog wel achter gaan eindigen zo meteen. Maar die toch wel aardig netjes aan het rijden is. Die rijdt constant 2-5, 2-6, 2. Na de laatste ronde was dan... Eén en laatste ronde 2-7. Maar voor de rest allemaal 2-5's. Dus wat dat betreft helemaal niks mis mee. Zeker met de medium balls die versleten zijn. Meer dan prima. En ik zie dat hier iemand een penalty heeft gescoord. En dat is gunstig voor Bastiaan. Mr. Rodas heeft een penalty. En dan ben ik benieuwd hoe die hem gaat inlossen. Remt hier extra vroeg. En Bastiaan kan door het gat van een van 17e dichten naar de 2/10e. Oh. Maar dit is wel dat tricky. Ging net aan goed. Ja. En remt hem hier weer weg. Op de racelijn. Nou ja, dat zal dan maar. En Bastiaan driftte door de bocht heen. Maakt er een klein showtje van. Nou, moet ik wel zeggen, ik ben natuurlijk begonnen met bij DRE in divisie 3 met Bastiaan erbij. En die heeft echt gewoon echt een progressie gemaakt, hoor. Want dat driften wat hij nu net deed, dat was voorheen dagelijkse kost. En ik zie hem nou lijnen rijden die hij voorheen niet reed. Dus wat dat betreft heel positief. En ik zie dat John op een rondje... Is dat John die op een rondje wordt gezet? Denk ik wel.
probeert hij plaats te maken voor de Engelse jongens. Ja, het is niet een heel makkelijk plekje om plaats te maken. Maar hij wil ook niet te veel tijd verliezen natuurlijk. Dat is logisch. En de blauwe vlaggen worden flink gezwaaid. En Andrew gaat naar binnen. Tenminste, Wadrew. Andrew geeft een mooie naam. Wadrew. Dan ben ik benieuwd waar hij uit gaat komen en wat voor banden hij gaat nemen. Want het zou betekenen dat hij, denk ik, toch nog een keer de medium pakt. Hij is begonnen op de softband, volgens mij, meen ik uit mijn hoofd. Nu de medium. Een medium. Flashy en Maxi. Dan, sorry. Sorry, ik zat helemaal... Nee, maakt niet uit. Gaat wel door. Ja, de medium. Oh, het gaat. Ja, en hij heeft nu nog de 29%. Roddas, die tikt zijn eigen teammaat eraf. Nummer 8, nummer 9. Doei, doei. Dan Bailey. Waardoor nu Bastiaan een plekje naar voren is gegaan. Ik weet niet of je dat nog terug kon halen. Ik druk nu op een knop. Maar zoals ik al zei, doet de S, de E, de X doet het niet op dit toetsenbord. Het zijn vrij hard versleten. Sorry, dit Audi lieft mij te goed. Ik krijg binnen op de chat 2-0, dus dat zal denk ik betekenen dat de Italianen 2-0 voorstaan, gok ik zomaar. En Sean ligt er weer af, helemaal in het grind. Die is me helemaal kwijt. En die zet hem ook stil. En Mr. Drew is weer terug op de baan. En die heeft naar Mr. Scott heeft hij 3 seconden. En naar Marlon heeft hij 7 seconden. Dus ja, daar is verder niet zo heel veel veranderd in tijd. Dat is gewoon nog steeds 10 seconden achterstand wat hij heeft. Ja, ik ben nog een beetje onder de indruk van Sean, die nog steeds in het grid staat. Oh. Dus ik krijg weinig mee wat er voorin gebeurt. Maar ik heb zo'n vaag voor de laatste plek vraag vermoeden dat hij hem zo meteen in de pit gaat zetten, want die... De Chase heet die bocht. Kom op, Johnny. Gas erop. Ah, kijk. De band met de stalen ballen, die gaat gewoon door. Ja, en thuisbrengen is ook gewoon een puntje, hè? Zo is dat, absoluut. Mr. Scott op 4 seconden achterstand op... Wadrew. Marlon die rijdt toch wel echt flinke gaten dicht op dit moment. Dan weet ik niet wat verbanden Mr. Scott staat en wat zijn brandstof op dit moment doet, maar... De brandstof van Mr. Scott wil je hebben? Oh, ja, die gaat nu naar Mr. Scott zetten. Gaat nu naar binnen. Nou, 9%. Ja, zijn banden waren ook aardig versleten en zijn benzine die zat ook al wat aan de lage kant. Oké. Okay. Dus ik even meekijken met Diego. Die gaat ook naar binnen. Diego. Gaat ook naar binnen. Diego. Ik heb nog een leuk feitje over. Heb je daar een leuk feitje over? Ja, zeker. Ja, die is gespecialiseerd vakbediende. Dat heb je helemaal goed. Infrabiel. Of bedoelt hij instabiel? Infantiel. Een instabiele gespecialiseerde vakbediende. Flash Maxi maakt een foutje trouwens in de dropper, de dipper of de chipper. En daarmee geeft hij de plek weer P1 terug aan Wadrew. Ja, die moeten hem samen naar de eindstreep brengen. Die moeten geen gekke dingen doen natuurlijk, die man voorin. Heb ik liever wel, maar... Maar je ziet toch nog steeds dat de marge tussen... wel een hele slechte exit van Flash Maxi. Dus die... Ik zie Marlon nu in 1 keer 1,5 seconde inrijden. Kijk. Die heeft gas erop zitten. Die heeft even de plantjes opzij gelegd en volledige focus. En een gele vlag. Waar zie ik die? En hij is er weg. Een gele vlag is weer weg inderdaad. Maar ik denk dat Flash Maxi loopt te struggelen, want die banden die zijn er behoorlijk aan. Misschien wel interessant om mee te gaan kijken dat Marlon die gaat zo meteen had zijn plaats richting P2. En niks anders. We gaan even naar P3 van Marlon. Zit op 10 seconden achterstand van de nummer 1. Is het evenveel als dat hij... Nou, is minder zelfs als dat hij de pitstraat inging. Ik zie hem... Nee, ik hou even mijn mond. Jij houdt je mond. Een 2-1 zie ik. Geen idee wie er aan het voetballen zijn overigens, maar...
Klinkt heel mooi, 2-1. België, oh. Italië. Marlon, kopje erbij houden. Kijk, die Flash Maxi is hem echt kwijt. Je ziet dat Wardrew, die rijdt nu gewoon 4,2, 4,3 seconden weg. Ja, gaan we eens even kijken wat er verder in het veld gebeurt. Nou ja, we waren eigenlijk nog niet klaar met de weetjes van Diego. Dus misschien kun je Diego nog meepakken. Want ik zie dat zijn favoriete auto de Protjes 911 is. Die de Protjes. De Protjes 911 GR3. Ah, ja, dat is volgens mij een Belgisch merk. Dat is zeker een Belgisch merk. Protjes 911. Een abdijautootje. GELACH 28 jaar. Ja, en gespecialiseerd vakbediende. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat het precies inhoudt. Nou ja, misschien stellen nu hele stomme vragen. Een heel breed begrip. Ja, maar nee, meest vertelde stomme vragen bestaan niet. Alleen domme antwoorden. Nou, ik weet dat er ook nog een aantal Belgen in de stream meekijken. Dus volgens mij Briardon ook die meekijken. Als jij weet wat hij doet, ik ben erg nieuwsgierig. Als jij het weet, dan win je een protje. Een protje. En ook zijn favoriete baan, hè? Mount Panorama, zie ik hier staan in het lijstje. Dus wat dat betreft, kijk eens. Komt er wel goed uit zo. Ja, en we hebben ook nog een weetje over Mika. Maar Mika, die rijdt niet mee. Was backup vandaag. Maar hebben we toch wat vragen gesteld. En Mika speelt Gran Turismo sinds 21 december 2020. Is geboren in 2019, zie ik. Dus is te vroeg bij. Hij is geboren in 2019. Nee. Oh, en Red Devil, die gaat rechtdoor. En heeft 1,5 seconde penalty. En terwijl hij de penalty scoort, pakt Kratka P2, gaat Flash Maxi naar binnen. En ik denk dat Mr. Scott ook nog aardig in de buurt komt van Flashy Maxi. Nou ja, het voordeel van Scott van Ruud is wel dat hij gewoon ook hele goede banden heeft en zijn benzine meer dan over de helft zit. Dus die kan hem nog wel eventjes doorpushen. Ik zie dat Barend zich gemeld heeft in de chat van Twitch en vraagt wanneer de herkansing is. En het liefst op dezelfde baan. Absoluut, ja, snap dat, ik. Flash Maxi gaat naar de Supersoft. En komt voor Mr. Scott op de baan. Ja, hij moet op die Supersoft natuurlijk gewoon wegrijden daar. Ja, in principe zou dat wel moeten kunnen. Maar goed, heeft nog frisse bandjes en Mr. Scott zet hem ernaast. Terwijl Mr. Flashmax aan het ghosten is. Wellicht is hij even naar het toilet. En wie is weer terug. Ghosten? Flashmax was aan het ghosten. Ja. Flashmaxi. Flashmaxi. Ook een leuk feitje van Mika is, nou die niet mee rijdt, is dat hij ook nog volgens mij een van de jongste rijders is binnen DR. Hij is 17 jaar, hè? Mm-hmm. Leuk om te zien dat het ook een gemixt clubje man is. Van 17 jaar tot 70 plus. Alles daartussen. Mm-hmm. Zeker. Mooi, knap, lelijk. Alles. We hebben alles in huis. Mooi, knap. Eén lelijk. Jij gaat iets het is wel een terugkomend iets dit, hè, Rens. Het wordt wel een beetje gevaarlijk nu. Gelukkig zit hij heel enthousiast in de stream te kijken, zie ik. We krijgen een subsidie voor Mika. Hey, jongens. Nou ja, ik denk dat de meeste mensen misschien Mika nog aardig onderschatten. Maar die heeft ook een behoorlijke progressie gemaakt. Ja, die is sneller. Zo. Ik heb het goed gezien met de NASCAR ook de laatste keer. Ik rijd natuurlijk in principe nooit met of tegen Mika. Maar dat is een snelle jongen. Absoluut. Zometeen met het stuurtje kan hij nog beter worden. Ja, gisteren wordt een oefenrace gedaan met hem. En dat was vrij lastig om dichterbij te komen. Dus die heeft de constante snelheid er goed in zitten. Ja, maar ja, tractie 6 aanstaan, toch? Dat zou ik niet durven zeggen, maar dan nog. Oké. Okay. En 13 seconden voor Wedrew op Marlon. Marlon moet echt de zeilen bijgezet. Wil hij de P1 nog over gaan nemen? Overigens is een P2 en een P3 helemaal gescheten. En een P3 en een P4 is ook gescheten.
Het is zonde van de mannen achterin het veld. John die er gewoon niet lekker in zit vandaag. Die ook al met een plus 4 minuten eigenlijk op P13 rijdt. Wat tevens niks voor John is. Nee, nee. Maar ja, goed. Als je eenmaal de blauwe vlag hebt op deze baan, dan kom je er ook niet meer lekker in. Nee, nee. Inderdaad. En daarachter, of daarvoor, Mr. Stelt. Daarvoor zit Mr. Baileys. Fitje op een 4 seconden en daarvoor 3 seconden op Hendrik. Ja, op zich doen onze jongens het best wel lekker. Ja, absoluut. Ja, zonde van Barend. Ik ben echt wel heel erg benieuwd naar als Barend er nog in had gezeten, waar die had kunnen eindigen. Want die had toch wel mij in positieve zin verbaasd eigenlijk. Die ging echt heel snel. Ja. Ja, dat vind ik erg jammer. Die had de hoge oog kunnen... Ik denk dat hij een beetje rond Mr. Scott had kunnen vertoeven. Ja, ik denk ook P3 had helemaal niet gek geweest op Barend. Nee, en dan had je natuurlijk al een hele andere race gehad hè, vandaag. Dan heb je gewoon 3 man die de nummers 4 weg kunnen houden. 5 en 6. Maar goed, hè, dat is nu makkelijk gezegd. En moeten andere jongens moeten het nog beter gaan doen. Geen druk jongens, gewoon lekker blijven rijden. Maar het moet beter, kom op. Hey, geintje, ze doen het fantastisch toch? Ik bedoel, je ziet dat iedereen wel gewoon stabiele tijden rijdt. En er zitten wat verschillen in het veld, maar... Ik zie dat er ook plannen worden gemaakt voor een nieuwe TVT. Is dat zo? Ja, op de 24 uur van Nuremberg ging. 24 uur TVT. Dat wordt niks van mij, denk ik. Dan neem ik de nachtshift in mijn bed. Ja, maar dan wel met controller, hè? Mag ik hopen. Ik weet niet hoe je hele playseat mee wil nemen in je bed in, maar... Ik heb een lichtstandje op mijn stoel. Oké. Okay. Ik zet eventjes de mannen in het veld te kijken. Flash Maxi die nu op de supersoft band rijdt. Dus die gaat nou Scott voorbij en die zal hem weg gaan rijden, denk ik. Ja, maar die kan niet de hele wedstrijd uit gaan rijden. Oh, ik druk hem weer op een verkeerd knopje. Ik zie dat er verder ook niet zoveel gebeurt in het veld, behalve... Ja, Ruud en Flash Maxi zijn dicht bij elkaar. Ik zeg Flash Maxi die rijdt op de supersoft band, maar die is wel behoorlijk aan het driften. Oh. En ik zie elke keer in beeld dat zijn rechterachterband al heel snel gaat. Van Flash Maxi? Jazeker. Maar die is nog niet heel lang geleden naar binnen geweest. Nee, dat klopt. Die staat op de supersoft nu? Die staat nu op de supersoft, ja. Ja. Oh, dan dat is een pijnlijke dobber voor hem dan. Want Mr. Scott rijdt op de mediumband. Soft. Oh, soft. Ja. Ja, die supersofts blijven natuurlijk ook niet zo heel lang lekker hier. Zeker als je op wordt gejaagd door een zwart-oranje AMG. En ik zit ook de tijden in de gaten te houden van Diego en Rodas. Maar Diego rijdt ontiegelijk hard in op Rodas. Dus ik weet niet... Ja, ik weet het eigenlijk wel als ik het zo zie. Want de mediums van Rodas die beginnen goed te slijten. En Red Devil heeft ook de mediums, Diego. Maar die zijn niet zo, bij lange na niet zo versleten als Rodas. Dus die gaat zometeen nog richting de P6. Die hem nu omzet richting het rechte stuk. En een aanval gaat doen op Rodas en Vextman. Nou, die moet je ook nooit vergeten. Want die rijdt daarvoor. Die rijdt met vraagt hoe het met Marlon gaat. Hoe gaat het met Marlon? P2, nou, inderdaad. Marlon, ja, P2, zijn banden zijn wel behoorlijk versleten en zijn benzinegraadmeter die staat aardig laag. Dus ik verwacht dat Marlon misschien met ronde 28 naar binnen gaat, als hij dat er nog uit kan persen, want zijn rechtervoorband die gaat al richting de helft namelijk. Oeh, Vexman gaat weer naar binnen. En dit wordt denk ik zijn laatste stop voor Mr. Vexman. Ja, wat zou hij dan gaan pakken? Dan heeft hij nog een soft over, meen ik. Ja, maar moet je 10 rondes of soft? Rondes? Nee, die is ook gestart op soft, toch? Dan moet je 10 rondes op super soft. Dat wordt helemaal feest. Ja, naast de dame waarschijnlijk feest. Oh, en Redrew heeft ook een beetje moeite met zijn bandjes. Kwam heel mooi driften de bocht om. Heeft inmiddels wel 14 seconden, kleine 15 seconden voorsprong op Karateka 070. En we scrollen even naar Mr. Scott. Die reed net in op Flashy Maxi. Maar op dit Flashy moment heeft hij toch afstand moeten nemen
van hem. Toch dat verschil en van die Supersoft. Waarom die nu een slipstream heeft van een achterligger van URL. Oké. Okay. Die hem er netjes langs laat. Ja, ik verwacht toch wel, als ik zo zie de banden van Marlon, dan wordt het wel echt per ronde nu zwaarder. Dus wat ik zeg, ik denk maximaal ronde 28. Ik weet niet wat hij in gedachten heeft, Marlon, maar ik denk dat hij hem dan nog uit kon rijden op de softband. Nou, op Supersoft, nee. Supersoft is gestart op Supersoft, toch? Nee, volgens mij de soft. Oké, okay, we gaan het zien. Maar goed, op de Supersoft kan je denk ik max 8 rondjes hebben rijden. Ja, ik heb zelf de baan niet gereden met deze instellingen, dus dat durf ik niet te zeggen. Ik zie hier in de chat, Droepietje, die is ons goed aan het helpen. Diego, gespecialiseerd vakbediende bij Infrabiel. Onderhoud van spoorwegen met gezag over kleine ploeg. Moet een ploegbaas kunnen vervangen en het team leiden. Dus ik denk, is dat dan, Droepietje, jij weet het dan waarschijnlijk wel. Maar is dat dan een collega van Michael Sparco? Dat denk ik namelijk wel. Die zit ook in de spoorwegen. Infrabel, ha. Ah ja. Ja, hey. Achteraf gezien weet ik dat ook wel. Ja, Barend, heel erg jammer. Zijn collega's zien we hier. Ah, leuk. Ja, en is echt heel lekker bezig, Diego. Roddels is naar binnen. En ook voor zijn laatste pitstop, denk ik. Dus nu wordt het, gaat het er een beetje om spannen hoe het hele veld weer terug gaat komen. Ja, absoluut. En even loeren bij Marlon. 14 seconden nog steeds. Heeft de Supersofts natuurlijk nog over? Of de Softs, een van de twee. Ja, die moet dan in 10 ronden heel hard gaan jagen straks. Of minder rondjes zelfs. Ja, nou, Marlon die zal nu naar binnen gaan, denk ik. Want zijn benzinemeter begint te knipperen. Ik weet niet of hij er nog een ronde uit kan persen, maar ik vermoed dat hij naar binnen gaat, want zijn banden zijn ook behoorlijk versleten. Dus we kijken even met Marlon mee en die gaat hem inderdaad gaat nu naar binnen zetten. Infrabil. Ah, het is Infrabel. We zijn het met onder Infrabil. Dat verandert de zaak. Denken die man een weekend te hebben zometeen en dan horen ze dit nog of hier in stream. Karateka naar binnen en die gaat er dan. Ja. Iets met softs onder hangen. Super of normale softs. En die moet dan nog 9 rondjes. En ik sta hem in de pitstraat mee te kijken, maar dat is niet heel boeiend. En ik zie dat Flash Maxi, die komt net uit de grindbak rollen hier. Is inmiddels wel overgestapt naar P2. Maar die moet denk ik nog een keer naar binnen. Of ja, die dat, rijdt op de supersofte banden met nog minder dan een kwart in zijn tank. Dus zijn rechter volband heeft het ook wel zwaar te verduren gehad. Dus ja, die zal hem nu met de aankomende ronde wel naar binnen zetten, gok ik zomaar. Dus Marlon is naar binnen geweest, die hoeft niet meer naar binnen. Mr. Scott zal nog wel naar binnen moeten, denk ik. Flash gaat inderdaad nog naar binnen, ja. Dat moet wel. En Diego? Diego die heeft nog zijn tank op ietsje minder dan de helft staan. En, maar die rijdt op medium banden. Mm-hmm. Maar die zien er nog best wel aardig uit, moet ik zeggen. Die zitten ongeveer allemaal alle kanten op 10%. Alsof hij op rails rijdt. 10-15%. Alsof hij bij, hoe heet dat, Infrabel werkt. Strakke zou zomaar lijn, kunnen, denk ik. Ja, dan zou het leuk zijn als Mr. Scott en Flash Maxi elkaar straks nog het leven zuur kunnen maken. Want Mr. Scott in de top 5 zou echt te gek zijn. En ik denk dat hij daar zelf ook wel voor in zijn handjes gaat klappen. Maar als je gaat zien, het tijdsverschil tussen Marlon en Red Devil is 31 seconden. Dus als Ruud nog een pit moet maken, dan denk ik toch dat hij gewoon de top 5 gaat halen, hoor. Mm-hmm. We zitten niet heel ver achter in het veld. Of niet heel veel achter in het veld mee te kijken. Maar ik zie dat de Butch op een P9 nog steeds dezelfde plek als zojuist.
met Roddas en Sideway George omheen. Bastiaan die ligt op een P10. Zit er toch ook denk ik niet helemaal lekker in, heb ik het idee. Maar goed, zit wel voor twee Engelsen. Nou ja, als ik zo zijn tijden kijk, vanaf ronde 22 tot en met ronde 27 is het allemaal tussen de 2-4 en 2-5 met één keer een uitschieter van de 2-9. Maar op zich, hij doet het aardig. Ronde P10, ik vind het klasse in ieder geval. Hetzelfde voor Hendrik, die uiteindelijk toch last minute moest inspringen. Niet echt getraind heeft natuurlijk. Nee. Of minimaal getraind heeft. Staat toch op een P9. Leuk mee te rijden voor de punten. Dus wat dat betreft... ik zie ook, kom aan, Red Devil, go go. Nou, maar Diego gaat ook ontzettend goed. Ik denk toch wel dat het een rijder is die ook veel progressie heeft gemaakt. En wellicht in de toekomst een stapje omhoog kan gaan rijden. Rijdt hij met controller? Eigenlijk? Of niet? Volgens mij rijdt Diego... met een stuurtje. Met een stuurtje, oh, dat is dacht ik. Briardon is met een controller. Briardon rijdt met een controller, ja. Die gaat morgen rijden, ja. En Tintinity. Tintinity. Mr. Tintinity. Hij rijdt met een stuur, krijg je hem morgen fluisteren. Yes. Kijk. Flash Maxi. Raakt hier en daar wel aardig wat muurtjes. Is niet helemaal tevreden met zijn livery, heb ik het idee. Nee, die wordt dat helemaal panisch van alle kleurtjes en streepjes. Ik krijg in de chat Miss Old Fati. Ja, die heeft ook die is eigenlijk ook niet eens. Oh, echt? Ja, die is gezakt voor het Engels. En aangezien deze race tegen Engeland is... en nummer 1 is er binnen. Dat is verrassend. Ja, dat is verrassend inderdaad. Maar goed, die heeft denk ik wel een bijna gaaf spitstoppie. Maar dan ben ik benieuwd wat hij er nu onder gaat hangen, want die heeft al aardig wat stopjes achter de kiezen, toch? Ja, ik weet ook niet wat hij gaat doen. Hij gaat ook naar Supersoft voor de laatste 5 rondes. Dat, dan denk ik... Flash Maxi ook naar binnen. Flash Maxi ook naar binnen. Ja, en dit was eigenlijk een gratis pitstop voor... En ik denk dat je zo meteen eventjes Diego in de gaten moet houden, want die zal ook, vermoed ik, nog een pitstop gaan maken voor een undercut. Marlon is voorbij aan Mr. Scott. Hij heeft 5 ronden om 16 seconden dicht te rijden. Gaat hem denk ik niet lukken. Maakt verder niet uit. Nee. Maar als je ziet hoe hij begon aan deze race. Ging niet helemaal vlekkeloos. Van achteraan in het veld naar de P2 in dit veld. Ja, doet hem na zou ik zeggen. Nee. Nee, zullen we dat niet doen? Nee, want wij zitten hier. Precies. En Red Devil gaat naar binnen. Heeft het team van Williams klaarstaan in de pitstraat, zie ik. En Ruud zal hem ook zo meteen naar binnen zetten, want zijn benzinemetertje die begint ook te knipperen. Dus dit zal zijn laatste ronde zijn. En die rijdt nu op de soft, dus die, ik weet niet, heeft hij nog een ja, die gaat supersoft? Terug naar supersoft. Die, volgens mij starten die medium, medium, soft, supersoft. Oké. Okay. Leuk om te zien dat de chat ook aardig vol staat. Met... Ja, dat is leuk om te zien ook. Er zijn geen penalties voor pit exit overigens. Omdat dat per club verschilt tot enorm. Dus dat is bijna niet één lijn in te krijgen. Dus dat laten we gewoon voor wat het is. Dus je mag zo asociaal als je wil de pit staat in. En nu ben ik benieuwd wat Mr. Scott gaat doen zo. Jij ja, ik ben die ook aan in de gaten aan het houden. Want die zal, denk ik, met zijn pitstop op P4 terecht gaan komen, voor denk ik. Voor FedEx Man. Daar gaat hij nog voor komen, ja. Afhankelijk van hoe lang hij ook nog moet gaan bijtanken. Vermoed ik dat het wel dicht bij elkaar komt. Maar dat Scott daarvoor gaat eindigen. Nou, dan zijn ze toch lekker bezig. En Mr. Scott gaat naar binnen inderdaad. 3%. Moet nog voor 5 rondjes naar binnen gooien. We rijden nu met Flashy Maxi. Ja, Flashy Maxi. Die zal toch inderdaad naar P3 opschuiven, denk ik zo. Oeh. Iets enthousiast de bocht in. En gaat... Oeh. Zet hem bijna aardig, inderdaad, ja. Zet hem bijna aan de muur. Bijna naast Mr. Scott. En ik zie Mr. Scott naar buiten rijden. En... Naar binnen rijden? Nee. Nee. Wie komt er dan naar buiten de baan op? Of is het een andere auto?
Nu komt Ruta naar buiten. Oh, dat is een achterligger. Sorry jongens. Ik heb mijn bril die... Ja, dat is een achterligger van... En ik zie dat mijn tv uit gaat schakelen. Dat meen je niet. Shop gaat naar binnen. Ik zet hem even op Marlon. Ja, Marlon die nu ook een paar sector rijdt. Richting de chicane gedeelte. Die hem nu richting de Skyline en de Dipper rijdt. Oeh, de Dipper. Richting Forest, de Dipper, richting Forest Elbow. En dit is Forest Elbow. De laatste bocht richting het belangrijke rechterstuk. Waar je heel veel snelheid uit kan halen als je die goed pakt. Ja, in dit geval heeft hij niemand voor zich, dus kan er geen slipstream uithalen of iemand anders inhalen. Maar die nu ook, denk ik, gemiddeld rond de 2 minuten 3 heel zal gaan rijden. Maar het nog steeds 17 seconden achterstand op Quadrew, dus dat... Nee, dat ga je niet meer dichtknallen. Dat ga je niet meer dichtrijden, of dat moet wel heel gek lopen. Ja, al moet ik zeggen dat Quadrew wel 2 rijders voor hem heeft die hem nog voorbij moeten laten gaan. Van ons of van... Wel blauwe vlaggen. Okay. Ja, van ons. Dat is Bastiaan en Bailey. Die ook nog met elkaar deels in battle zitten. Met ja, 1,9 seconden verschil. Maar... En nu is het afwachten hoe Bastiaan aan de kant zo meteen gaat voor de blauwe vlag. En parkeert hem bijna in de muur volgens mij. Nee, nog niet. Ja. Is er nog niet voorbij. Ja, het is ook natuurlijk een lastig deel om je auto opzij te zetten om iemand voorbij te laten gaan. Precies. Oh, ik zit op alle knoppen te drukken boven de juiste. En wat mij wel opvalt is dat Bastiaan heel veel bijremt in de bochten. Oeh, en er gaat er eentje af voor Bastiaan. Wie gaat daar af? En Bastiaan laat hem lekker voor ze. Dat was Bailey. En dit zijn dure secondes voor Flashy Maxi. Nou, het was Bailey die eraf ging. Even te zoeken. De nummer 11. Dus Bastiaan die heeft P10 te pakken. Kijk. Mr. Scott op P4. Roldas die zijn tijd aan het verbeteren. In ieder geval zijn tijd aan het verbeteren. Zijn eerste sector het snelst rijdt. Dus die... die rijdt ook los. Maar die rijdt lekker door. En Diego die nu op 9 seconden van Faxman zit. En toch ook gewoon een P7 rijdt. Ja, heel netjes. Al heb ik het idee dat Diego nog sneller kan dan dat hij nu heeft laten zien. Maar een P7 is zeker niet minimaal. En nog 3 rondjes te gaan. Ja, zo doen onze jongens het niet geheel onverdienstelijk, moet ik zeggen. Nee, het verbaast me eigenlijk. Kijk, je mist natuurlijk nu een mannetje en... Ja, dan moet je toch maar gaan opvangen. Mm-hmm. Zo simpel is het. En Marlon is aan het verbeteren. Marlon die op P2 nog inderdaad lekker meerijdt, die toch de hoogste punten voor DRE binnen gaat halen. Ja, zeker. Ja, en nogmaals, die rijdt echt een comeback van heb ik jou daar. Ging achterste voor in ronde 2 of 1. Als het niet gebeurd was, maar ja, dat is natuurlijk achteraf praten, dan... Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Had in de kop aardig spannend kunnen zijn. En John op P13, die gewoon niet zijn race rijdt, dat is jammer. Had ik graag vooraan ook ze mee zien rijden. Ja. Die ook in de 7500 ook hoog overgooit vaak. Mm-hmm. Dus onze 53-jarige John. Heeft hij nog hobby's eigenlijk? Ja, hij is gek van modelbouw. Ah. En wat voor modellen bouwt hij dan? Ja, dat weet ik dus niet. Maar ik weet dat hij gek is van modelbouw. Oké. Okay. Ja, dat kan natuurlijk van alles zijn.
natuurlijk zijn favoriete baan, wat bij iedereen denk ik wel bekend is. Welke is dat? Jij weet hem wel. Big Dildo, Willow. Willow. Big Willow, jazeker. Vreselijke baan, al zeg ik het zelf. Maar ja, John kan hem fantastisch. Met die challenge ook goed zien rijden. Ja, dat is een naarbaantje. Ja, die moet je echt kunnen rijden, ja. Oeh, en dan gaat iemand naar te knippen, binnen. Ik weet niet wie dat is. Gebeurt er verder nog wat op de baan? Het is een beetje in gaten gevallen op dit moment. Ja, het is behoorlijk in gaten gevallen. Ja, Bailey is nu naar binnen toe. Bailey. John die ook al sinds 2018 Gran Turismo speelt. Dat is toch ook alweer best een aardig tijdje. Je heeft het bijna uitgevonden. Ja, klopt. Die zie je ook aan het eind, hè, als je hem uitgespeeld hebt, bij de creditlijst voorbij komen. Mr. John Hartman. Ja, hij heeft sowieso aandelen in dit spel, heb ik begrepen. Want op die Big Willow-baan staat ook een heel groot bord met zijn naam erop. Come on, Euro, go, go, go. Ja, die gaan... Ja, goed. They are doing a pretty good job, I can tell you. Very good driving from the guys from England. Absolutely. Ja, wat mooi is, weten jullie ook dat Louis van Gaal langs deze baan staat? Oh. Ik hoor een nee. Daar zit ik echt te denken, want ik weet niet waar je naartoe wil gaan, maar vertel. Ja, ik kan hem ook niet laten zien nu, maar een van deze baanposten, en daar komen we straks langs. Dan moet je maar een keer kijken als je tijd hebt. Daar staat Louis van Gaal, staat met een vlag in zijn hand. Bij wie kijk jij nu mee? Ja, ik kijk nu met Marlon mee, dus die gaat daar ook niet langs rijden. Maar sector 1 is dat. En eigenlijk moet je voor de grap een keer stoppen daar dan straks. Nou, niet straks, maar als je een keer niks te doen hebt, dan... Oké. Het is echt een kopie. Ah, ik vind het wel mooi dat je van je mooie steenkolen Engels naar Louis van Gaal gaat. Dus wat dat betreft... Ja, dat was een goed bruggetje. Die overgang klopt wel, ja. Nee, het is natuurlijk mooi dat die Engelse jongens goed bezig zijn hier. En morgen mogen ze weer. En dan zullen de... ik zeg snelle jongens, maar... ik vind het 2.01 vind ik toch ook vrij rap, moet ik zeggen. Deze jongens doen niet heel veel onder aan de pro's, als het ware. Nee, maar vaak aan pace ligt het verschil niet, hè. Het is vaak een stabiliteit verschil. 35 ronden stabiel rijden is toch voor veel mannen lastig. En in divisie 1 zie je toch vaak wel dat de mannen wat stabieler kunnen blijven rijden. Ja. En we gaan de laatste ronde in trouwens. Jazeker. We zitten al een tijdje. En ja, de jongens voor morgen, dat zijn... een aardig lijstje is dat. Dat is Richard, volgas. Een hele snelle gozer. Ja, zoals de naam al zegt, volgas. En dan hebben we... Wie hebben we nog meer voor moois? We hebben Edwin 2011. Inmiddels is dat Eddie geworden. DR Eddie. En dan hebben we Briardon. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Die gozer... Dit is een divisie 2 of 3? 2 geloof ik, hè? Ik praat is het nu tegen de lucht. 2? Ja, nee, ik zit zo luisteren. Die rijdt de sterren uit de hemel. Dus die heeft zich ook gekwalificeerd voor de pro's. En wat hebben we nog meer van moois? Mikketje, Ivo. Ook een snelle jongen. Die heb ik ook al een aantal keren gezien in oefenlobby's. Ik rijd zelf niet heel vaak mee, maar... Ja, klasse hoor. Het kan wel leuk gaan worden morgen. Maar ook met Engels commentaar, dus het is anders dan die saaie Hollanders nu aan de lijn. En Wardrew gaat hem naar huis rijden, jongens. Het is een P1 voor URL. Kijk eens aan. Hele mooie race van die jongen. Gefeliciteerd. Ja, toch een beetje jammer voor Marlon dat hij zo... de start niet helemaal lekker ging, maar hij heeft zich bijzonder goed teruggeknokt. Ja, de P2 naar huis rijden voor je allereerste TVT die je überhaupt rijdt, dat is natuurlijk... Absoluut, dit is zijn tweede TVT denk ik al, hè? Want heeft hij niet de Nürburgring ook gereden? Dacht ik niet. Hij gaat heel vrij over de start-finish. Dacht dat wel, maar die gaat een mooi over start-finish zetten. Dan nu Flash Maxi die richting het einde rijdt. En Scott, klopt, Pat hoor ik net, die heeft hem dus wel gereden. Oké, sorry man.
En overigens hebben we morgen ook nog Mark Horenberg. Een redelijke verse naam bij DRE, maar doet het niet geheel onverdienstelijk. Ja, is niet een van de minste, nee. Nee. Ja, absoluut. En die wordt ook nog ondersteund door de knapste man van DRE. En dat is Mr. Gio, Jeffrey, jouw tennismaatje. Jazeker. En dan hebben we ook nog als afsluiter onze Fransman, Jimmy. Jimmy de Gert, jazeker. Dus het is een leuk veld morgen. Ik ben benieuwd wat de Engelsen meebrengen. Ja, ik ben ook wel benieuwd wat daaruit gaat komen. In dit geval zie je dat het toch wel aardig gemengd is. Dus dat is wel fijn om te zien dat er niet alleen maar Britten of alleen maar Nederlanders voorin rijden. Dat er wel echt battles zijn geweest. Mm-hmm. En ik denk als ik het lijstje zie dat we het niet gewonnen hebben. Denk ik ook niet, maar... Al dan niet een hele mooie avond en een hele mooie race, denk ik. En zeker met wat we aan het begin van de race al hebben verteld. En die minuut stilte die we vooraf hebben gedaan. Ja, het is een andere race dan anders. Maar ja. Gek genoeg klinkt het fijn dat we op deze manier onze steun kunnen betuigen naar de familie en de naasten. Fijn dat die ook zich hebben laten horen via de chat. Is toch wel iets bijzonders, denk ik. Dat betekent ook wel hoe hecht de club ook is en... Bij met Robbie. Mm-hmm. Zeker. Ja, en je ziet inderdaad 13 man aan het einde. Helaas dat Barend eruit is gevallen vanwege een verbinding probleem. Helaas. En ik zie dat we twee van onze jongens binnen hebben. Ruud en Marlon. Ja, Marlon, hoort u mij? Hallo. Ja. Staat jullie naam ook op, of jullie geluid ook op delen? Want anders kunnen we nu alvast gaan praten. Maar dan horen we. Ja? Ja, hoor kunnen we dat even dubbel checken? Ik ga het even controleren. Als de mannen in de chat dat ook kunnen, dan denk ik wel hoor. Ja, als toestand als je stem wordt gedeeld, altijd toestand. Nou, mooi. Ja, jullie zijn hoorbaar. Ja, mannen, hoe ging het? Marlon, om jou te beginnen. Sorry. Nee, gaat goed. Het ging op zich ging het wel lekker. Twee foutjes in het begin en dat heeft me een hoop tijd gekost. Heel veel. Ja, zonde man. Maar goed, die comeback voor jou, dat was echt eentje om in een lijstje te plakken, denk ik. Het stoom kwam uit je oren, denk ik. Ik weet niet hoe ver ik terug was gevallen, volgens mij. Je lag op P11, P10, ja. Ja, P10 kwam ik terug en foutjes, wacht op foutjes en dat deed Mr. Wedrew niet. Dus dat was zonde. Die reed ook wel een aardig lekkere race hoor. Die had toch ook wel de pace erin zitten. Al denk ik als jij die fout niet had gemaakt dat je aardige battles met hem had kunnen hebben. En met die druk hem toch wel had kunnen inhalen, Marlon. Hij had sowieso de laatste stint dat hij bandenvoordeel. Want hij ging wat veel later naar binnen. En ik ben wat tijd kwijt geweest aan achterliggers. Blauwe vlaggen, ze gingen niet opzij. Ja, had je er last van? Ja. Ja, dat is zonde. Maar goed, je hebt goed gestreden, Marlon. Het is trainen om trots op te zijn. Zweten, ja, dat was zeker een leuke race. En die Wendruw ook echt een topper. Mooi man. En Ruud? Ja, boven verwachting. Ja, ik wil het zeggen. Had je dit verwacht? Aan de race had ik een ander idee bij jouw verwachtingen. ik had ergens in het achterveld verwacht te zitten. Maar ik heb met uitzondering van wat kleine foutjes toch wel een behoorlijke, redelijke race gereden voor mij doen. Dus ik ben uitermate tevreden. Dat kan je wel zeggen. Dat mag je zeker zijn met een P4. P4, heel netjes. 4,5 seconden achterstand klinkt heel veel, maar als je ziet van een race met zoveel rondes, is dat echt met de snelle mannen voorin. Chapeau, echt absoluut. Ja, ik vond het wel, ik heb ook echt mijn eigen race gereden. En dat zag je wel aan mijn rondetijden toen ik van medium naar soft naar supersoft ging. Er zat niet heel veel verschil tussen. En dat durfde ik dan toch niet aan om echt te gaan trappen, zeg maar, met die banden. Ik denk, wat een foutje is zo gemaakt. En... Ja, dat zeg je goed inderdaad, want je reed goed constant. We hebben je niet kunnen betrappen op foutjes. Ja, en elke keer kwam je weer terug naar die pitstops. Dan schoof je weer naar voren. En zo langzaamaan tegen het einde van de race stond hij richting P4. Dus wij hadden onze vingers gekruist voor jou. Ja, ik ook. Ja, chapeau. Nee, hele mooie prestatie. Ik heb me echt super vermaakt. Was goed.
Goed man, nou dan is deze race toch geslaagd denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik wel heel zeker. Ik bedoel, we hebben niet extreem veel battles gezien, maar wel mooie stabiele tijden. Mensen die boven verwachting goed reden, ook mensen waarvan we verwacht hadden die wat hoger zouden eindigen, die net hun dag niet hadden. Dus, maar dat maakt het ook leuk. Ja, zeker. Elke race is anders. Wachten, hè? Ja, absoluut. Was zeker een leuke race om mee te doen. Ja. Ja. En voor jullie ook leuk om terug te kijken, want in de chat is er behoorlijk veel gechat. Er een aantal mensen toch wel gekeken. Ik denk dat we wel rond de 40 man zaten. Dat is voor ons aardig veel. Dus ik zou zeggen, kijk hem lekker rustig terug en geniet, want het was echt leuk. Absoluut. Ja, hartstikke goed. Dank jullie wel. Thanks man, voor jullie inzet. Trots. Yes. Yo. Ja, en ook een petje af naar Diego. P7. Ja, die heb ook lekker doorgereden, absoluut. Ik dacht race. Zelfs nog dat hij nog iets hoger kon eindigen, maar... Ja, dat idee had ik ook, maar nou ja, P7 is zeker niet verkeerd. P7 niet min voor zijn eerste TVT. En Hendrik en Bastiaan, nou ja, ook gewoon lekker gestreden, goed gereden. Ja, prima race. Ja, Sean helaas zat er niet lekker in. Kan gebeuren. Ik denk dat we een keertje een TVT op Big Willow moeten gaan doen. Dat hij dan... Die gaat hij pakken. Precies. Die gaat hij pakken, ja, absoluut. Ja, en Barend, dat is heel zonde. Maar ja, daar verander je niks aan. We zijn nog steeds online aan het racen. Dus je bent gewoon afhankelijk van hoe de wind staat. Nou ja, bij Barend op dit moment waaide hij even de verkeerde kant op. Dus die had wat lags in het spel en die viel er daardoor uit. Ja, die was toch verbazingwekkend. Oh, Marlon, had je dat gezien? Die ging toch echt wel lekker mee in de top, Ja, Barend. Volgens mij zat Marlon achter hem tijdens die bug, lek. Ja, Barend die was aardig aan het doorgassen ook. Ja. Weet je wat het op een gegeven moment ook was? Die Wedru had vrij baan. Ja, dan ben je weg. Heel veel tijd heeft hem dat opgeleverd. Want je kan eigenlijk alleen maar op die rechte stukken weg. Ja, en daar hadden we het in de stream ook nog over, dat jou, wel een van jouw kwaliteit is, dat als je vrije lucht hebt, dan ben je gewoon... Je bent al snel, maar dan ben je helemaal weg. Ja, en dat is er natuurlijk vandaag niet helemaal gebeurd, en dat is dan zonde. Maar dan goed, de P2 is gewoon hartstikke goed. Meer dan goed zelfs. Ja, bedankt. Lekker, jongen. Door. Is goed, jongen. Ja, toch? Wij gaan er ook een eind aan breien, denk ik. Ja, wij gaan er een eind aan breien. En dan denk ik dat we iedereen willen bedanken die in de stream zo actief heeft meegechat. Was voor ons ook erg leuk om te zien. Beetje interactie met de kijkers. Ja. Ik denk dat ik ook namens Ren spreek. Dus. Absoluut, dat doe jij. Nee, dat was een mooie race. Niet bijzonder veel actie, maar spannend. En ja, voor het doel... Een welgeslaagde race. En morgen een herkansing voor onze pro's. Inmiddels zijn we erachter wat ongeveer de Engelse strategieën zijn, denk ik. En dat zijn geen twee stoppers. Dus ik denk dat iedereen volle bak drie stoppers gaat rammen. Dus ja jongens, zet hem op morgen. Alle rijders voor vandaag, ontzettend bedankt. En jullie hebben wel degelijk DRE weer op de kaart gezet, denk ik, op deze manier. Dat weet ik wel zeker. En ook mannen, de Engelse mannen... Thanks a lot for driving with us. We enjoyed you a lot. En tot morgen denk ik. Iedereen bedankt. Jij ook, Petje. Jij ook bedankt, Rens. En tot de volgende. Yes. En wat Geo zegt inderdaad, R54. Robbie, we denken aan de familie, nabestaanden. Absoluut. Dat wou ik toch nog eventjes kwijt. Absoluut waar. Mooi. Woorden allemaal. Thanks.